Het is 3 jaar geleden dat we de eerste reeks van Home of Eus maakten. We zaten midden in een van de grootste rampseizoenen uit de clubgeschiedenis. Wat voor seizoen was het voor jou? Kutseizoen. Inmiddels is er heel veel gebeurd. Zowel bij Go Ahead Eagles... Nee! Onze nieuwe hoofdtrainer Kees van Wonderen, welkom. Dankjewel. Als in de wereld om ons heen. De supporters van Go Ahead Eagles volgen hun club noodgedwongen vanuit huis. In het begin vloekend en tierend. Sluiten we af, man. Maar de afgelopen maanden steeds hoopvoller. Dankzij een indrukwekkende sportieve opmars. En dat allemaal ondanks een corona-uitbraak en groot persoonlijk leed binnen de selectie. In de beslissende fase van het seizoen begeef ik me in het kielzog van de selectie en de staf. Die mij opnemen in hun coronabubbel. Het is 2 dagen voor de wedstrijd tegen Roda JC. Met wedstrijden tegen achtereenvolgens Roda, NAC Breda, De Graafschap en Almere City gaan deze weken bepalen of Go Ahead Eagles mee kan blijven strijden om plek 2, die recht geeft op directe promotie. Zoals elke trainingsdag begint ook deze met het grote stafoverleg, onder leiding van hoofdtrainer Kees van Wonderen. Oké, gentlemen, zullen wij even door het programma heen lopen? Dus we hebben zo de COVID-testen en ik denk dat we dan als we 2:45 start training aanhouden. Even ten aanzien van de spelers, Frank. Nico dan, moeten we zo heel even kijken hoe de training eruit ziet. Moeten we even kijken wat we die wel en niet mee laten doen, een beetje afhankelijk van de training. Oké, want Nico, dat moet je zo nog... Ik wil hem zo nog heel even checken. Ja. Maar het is ook een beetje afhankelijk. Weet je, ik heb gisteren wel een hoop met dingen met Daan gedaan. Dit viertal, die speelt tegen deze twee, gedurende 10 seconden, op lijn. Je wou niet wat je gisteren zei, dat... Ja, of 5 minuten. Dat kan ook. 2,5 minuten? 2,5 minuten. En dan 2,5 minuten aan de andere kant? Ja, dat is beter. Dat hadden we gisteren net besproken. Zij doen dat 2,5 minuut en na 2,5 minuut veranderen de rollen. Dus dat, we kijken al even op trainingsveld hoe dat loopt. Hè? Als dat nou, omdat je 2,5 minuut alleen maar aan het verdedigen bent, als het beter is om over en weer, dan passen we dat gewoon aan. Dus hebben ze gauw genoeg in de gaten. Precies. In kleedkamer 2 ontmoet ik Giuliani Eersteling en Bradley van Hoeven. Twee jongelingen die overkwamen van Sparta. Normaal zitten de gasten hier, dat is kleedkamer 1. En waarom zitten jullie hier? Ja, door corona eigenlijk mogen we niet bij elkaar zitten. Dus hebben we splitsing gemaakt aan het begin van het seizoen. Op basis waarvan ben jij hier beland en die andere jongens daar? Ja, de legendes die zitten in kleedkamer 1 en de rest die hebben ze een beetje weggemoffeld zeg maar in kleedkamer 2. In het begin van het seizoen gingen volgens mij loodjes trekken. Van 50-50, van dat er geen oneenigheid zou ontstaan in het team. Ja. Van wie nou in de hoofdkleedkamer zit en wie in de twee. Maar uiteindelijk hebben wij, de jonge jongens, toch besloten dat wij in kleedkamer 2 gaan. En de oudere jongens gewoon in kleedkamer 1. Oh, dus jullie hebben niet verloren met loodjes trekken, maar jullie hebben zelf gekozen dat je hier uiteindelijk wel gewoon een soort van... We hadden gewonnen eigenlijk. We hadden gewonnen, maar toch... Ja, uit ons, respect gewoon. Uit respect gewoon, voor dat die jongens die al langer zitten en de oudere jongens hebben gewoon... een eigen plekje hebben in kleedkamer 1, Uit respect, echt waar? Ja. Echt? Ja, serieus man. En de sfeer dan? Is de sfeer hier bijvoorbeeld anders dan die sfeer daar? Ik denk wel dat het iets anders is. Ik denk dat je hier wat meer dan de ouderen, dus ook andere muziek en dat soort dingen. Ja, sowieso andere muziek. Box op alle arts. Gewoon gek doen, een beetje dansen, een beetje met die boys kloten en zo. Dat vind ik wel leuk. En hier misschien wat meer... Jaren 70, jaren 80. 70. Ja, serieus? Ja, echt waar? Ja, ik denk het wel, ja. Oude ziel. Oude ziel, ja. 30 jaar te laat geboren. Hey, die Als ik het zo beluister, als buitenstaander, denk ik wel van, je creëert twee eilandjes eigenlijk, daar is een eiland. Wat doet dat met het teamgevoel dan? Wel zeg maar op trainingsdagen dat je
minder contact hebt met oudere jongens dan met de jongeren, omdat je niet met elkaar in kleedkamer zit. Je moet iets harder je best doen om te socialiseren of te connecten met elkaar. Maar normaal is natuurlijk, als je met z'n allen bij elkaar zit met 25 man, dat is natuurlijk wel... dat is gewoon mooi. Dus als voetbal is dat ook gewoon een van de leukste dingen om gewoon in de kleedkamer met elkaar te houden hoeren. En nu is die dynamiek wel iets anders natuurlijk. Maar ik denk met wedstrijddagen dat het wel anders is, ja. Dat je het niet echt meepikt wat de trainer dan zegt of hoe die jongens zich voorbereiden. Ik denk dat we een hechte groep hebben en dat iedereen goed met elkaar opschiet. Dat zie je denk ik ook terug op het veld. Je ziet een groep wat voor elkaar door het vuur gaat en wat er verstrijdt. Alleen het helpt zeg maar, het groepsgevoel te versterken als je met elkaar, met z'n allen, door elkaar heen beweegt. Kom maar jongen. Heb je in je neus gedaan? Ja. Het is 2 dagen voor de wedstrijd. Dus dat betekent dat alle spelers en stafleden zich vandaag mogen melden bij de tafel van teammanager Adrie Steenbergen. Eerst de neus snuiten en dan door naar de coronatest. Voor middenvelder Jay Itzes is het inmiddels routine. Begint het al een beetje te wennen, al die tests? Ja, als je dat al zo vaak gedaan hebt, dan is het gewoon normaal aan het worden. Voor hoeveel doe je eigenlijk per week? Ik zou zeggen ongeveer 1 of 2 per week, al sinds eigenlijk het begin van het seizoen al. Ja. En jij hebt corona gehad, toch? Ja, klopt, ja. Ja. Je ging niet echt lekker daarop, of wel? Nee, ik ging niet echt lekker, nee. Nee, was de laatste wedstrijd voor de winterstop, toen we uit naar Roda moesten. Dus toen gingen we terug met de bus en toen bleek de volgende ochtend, hadden een paar jongens zichzelf getest. En die waren dus positief. Yeah. En toen had ik mezelf die dag erna ook laten testen. Ja, dus toen heb ik het zelf ook gehad voor ongeveer bijna 4 weken, denk ik. Wat voelde je allemaal? Wat had je precies? Ja, de eerste paar dagen waren wel het meest heftig. Dan had ik gewoon echt heel veel last van hoofdpijn, heel veel erg warm en koud, kortademig. Uiteindelijk ook smaak- en reukvermogen was ook weg. Volgens mij ben jij aan de beurt. Ja? Ja. Zal ik maar eens naar binnen lopen. Ja. Ja, succes man. Ja, dankjewel man. Hey. Hoi. Zijn we weer. Heb je een voorkeur voor de neus? Ja, deze kant van mij alsjeblieft. Je bent behoorlijk ziek geweest. Hoe was dat om daarna weer te herstellen? Duurde dat lang? Ik heb dus ongeveer 4 weken gehad. En het heeft wel echt... Ik denk tussen de 1 en 2 maanden wel geduurd voordat ik weer volledig terug was op mijn oude niveau, zeker qua conditie. Want dat was echt ver afgezakt. Heel zwak gewoon? Ja, ik voelde me echt zwak, ja. We moesten gewoon een rondje inlopen en dan merkte ik al dat gewoon stond te hijgen bijna van alleen dat, zeg maar. Zijn er jongens die moeite hebben met die coronatest of hoe is dat? Ja, er zijn wel een paar jongens die al moeite hebben, maar het ligt er ook aan wie de test afneemt. Top. Dank jullie wel. Ja, alsjeblieft. Als ik een beetje een looppasje doe. Bang voor de boete. Goed baas, prima Luc. Ja, juist, Itzes. Kom. Je moet in het hele leven, maar ook in het voetbal, moet je flexibel kunnen zijn. Dat zeg ik ook tegen onze stafleden. Je moet flexibel kunnen zijn en kunnen meebewegen op datgene waar de situatie om vraagt. Op tal van gebieden heeft dat invloed gehad. Natuurlijk het allerbelangrijkste is het missen van de supporters in een stadion. Waar je met z'n allen voor voetbalt, is voor het publiek en voor de emotie en voor de passie, zeg maar. Maar ook in het dagelijks werk moeten we rekening houden met de coronaregels. Door de ladders heen, even op een hoog ritme er doorheen. Hou je tempo vast, tot hier. Juist, loop door Boyd. Hou hem vast, tot mij, tot het eind. Blijf ontspannen lopen. Relax, Giannis. 80%. Ik heb in de kleedkamergangen afgesproken met Ronnie Jansen, hoofd facilitaire dienst van Go Ahead Eagles.
Hij heeft een belangrijke taak. Ronnie is verantwoordelijk voor het doorvoeren van alle coronamaatregelen in het stadion. Ronnie, hoe lang doe je het al eigenlijk? 18 seizoenen. 18 seizoenen? 18 seizoenen, ja. Zo, dus je hebt heel veel zien gebeuren in 18 jaar tijd. We hebben een heleboel leuke dingen gedaan, ja. Maar dit had je nog niet meegemaakt? Nee, deze niet. En die moeten we ook zo snel mogelijk weer vergeten straks. Want wat is er nu concreet veranderd voor jou? Omdat je ook de tegenpartij 1,5 meter ongeveer uit elkaar wil hebben, ja? Geven ze een extra kleedkamer. Hoe zijn de kleedkamers van ons gescheiden? Of de spelers eigenlijk? Nou, bij ons ook hetzelfde. Hè? Onze eerste 11, 12 jongens zitten in kleedkamer 1. Mm-hmm. Onze eigen kleedkamer, waar ze alle faciliteiten hebben. En de rest, de wissels, zitten in hun huiskamer, in de spelerszone. Ook het gescheiden eten bij aankomst. Hè? Ja. We hebben binnen onze kleedkamer en alle kleedkamers waar we zelf gebruik van maken ook extra luchtzuiveraars. Ja. Die luchtzuiveraars zijn er om een virus buiten de deur te houden. Nou ja, virus buiten de deur houden lukt je niet. Iedere club bewijst dat. Ja. Dat is in de kleedkamer. Verder, wat is er nog meer veranderd? Normaal heb je hier de pest staan. Mm-hmm. Noemen we de mixed zone. Ja. Dan heb je hier de pest staan, de schrijvende en de pest aan deze kant. Dat is nu niet. De pest moet buiten blijven. Dit is nu de mixed zone? Ja. Ja. Daar, hè? Nou ja, het is wel koud ook. Het is koud, ja. Vooral in de winter was het voor de jongens koud, straks ook wel weer. Hè. Je komt natuurlijk bezweet van het veld af. En als je dan even moet wachten, dan kan het wel koud zijn. Ja. Ja, hier, de non-right holders heet dat zo, hè. Die staan dan hier. ESPN, die is de right holder, hè. Die staat daar. Okay. Die heeft de eerste rechten. Ja. En bij de opkomst dan, is het zo dat ze tegelijk het veld oplopen? Nee. Probeer ze uit elkaar te houden. Maar ja, uiteindelijk op het veld kom je elkaar ook tegen. Ja. Ja. Waar staat er dan op? Ja. Ja, er zijn protocollen voor opgesteld, daar hebben mensen voor geleerd. Ze houden ons aan. In de maatschappij zie je dat mensen worden gefrustreerd raken. Hoe gaat dat bij jou? Ja, dit went nooit. Maar het is wel ons werk en we moeten wel scherp blijven. Ja, het is wel even passen en meten zo. Maar we hebben een best wel modern en goed stadion, hoor. Ja? Ja. Ben je trots op het stadion? Jazeker. Ja? Ja. Als je kijkt 18 jaar geleden hoe het hier was en hoe het er nu bij staat. Krijg je kriebels in je buik als er wordt gesproken over het verbouwen van... 200 tribunes? Ja, zeker, zeker. B-side moet altijd B-side blijven, maar dat we die tribune ooit een keer gaan doen, die ijstribune, dat is wel een mooie wens. Daar ben je wel klaar voor? Ja, ja. Mag gisteren wel. Mag gisteren wel? Ja. Doe ik gelijk even mijn oortje uit. Ja. En dan heb ik in ieder geval dat geklets niet in mijn oor. Wie klest er dan? CP. En waar gaat het over dan? Ja goed, toch altijd wel over de veiligheid en het opletten. Beetje gekke vraag misschien, maar wat doe je eigenlijk hier? Nou ja goed, toch opletten op de veiligheidsaspecten die rondom het stadion spelen. We zijn al uren van tevoren zijn we eigenlijk bezig om de buitenste ring, de stadionmuur, achter de bringgreven, dat soort dingen, om die bezet te houden, zodat er geen... Ja, ongeoorloofde personen zonder toegang binnen kunnen komen. Dat is iets wat je normaal ook doet, toch? Ja, alleen in coronatijd is het toch wel iets anders. Omdat je nu met de spelersbubbel zit. Mooi dat je het zo serieus neemt. Ja, het is echt... Zelfs zonder supporters. Zonder supporters moet je ook serieus blijven. Juist eigenlijk meer. Omdat het gevaar op een of andere manier toch meer loert... op je concentratieverlies. Als het stadion wel vol zit, waar sta jij dan? Hier, op mijn plekje bij de B-side. Ja. En de B-side is natuurlijk, ja, dat zijn de gangmakers, dus dat moet voor jou een enorm cultuurverschil zijn. Ja, het juiste woord heb ik er niet eigenlijk niet eens voor. Je bent hier, maar je bent hier ook niet. Laat het zo zeggen. Wat is de B-side voor jou? De eensgezindheid onder elkaar. Ondanks dat er af en toe wel eens een keer woorden vallen, toch het één gevoel hebben hier. Ja, dit is niet in woorden uit te drukken. Nee. Maar is het dan nog wel leuk? Het blijft altijd leuk. Ik ga jou niet langer afleiden, want voor je weet... Gebeurt er iets? Ondanks dat wij met elkaar praten,
vangen mijn ogen toch een heleboel wel op, hoor. Ik blijf opletten. Dankjewel. Blijf dat ook doen voor ons allemaal. Zeker, voor mijn clubje altijd. Eindigt in Deventer, zoals het begon, in 0-0. Go Ahead Roda was een, dat wisten we van tevoren, dat zou een moeilijke wedstrijd worden, omdat Roda ook een ploeg is in ontwikkeling. Wij hebben ook mooie stappen gemaakt en het werd een voetbalgevecht. Dan is het niet zo dat wij hier thuis in staat zijn op dit moment al om Roda op de pijnbank te leggen en de ene kans naar de andere kans te creëren en de wedstrijd te winnen. En ik blijf gewoon me vasthouden aan de positieve zaken, dus de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, de cijfers die we hebben gehaald. En dan besef ik me ook dat in een seizoen komen er ook wedstrijden als Roda. Al Bosveld is sinds 2018 technisch manager bij Go Ahead Eagles. Je zou hem een van de oude stempel kunnen noemen. Maar ook hij moet de gesprekken met potentiële spelers uit het buitenland noodgedwongen digitaal voeren. Vandaag is dat niet anders. Paul, ik begrijp, we hebben een bijzondere belafspraak straks. Ja, we hebben een speler vastgelegd uit Zweden. Mm-hmm. Dus in deze tijd moeten we dat even op die manier doen, via Zoom. Dus ja. Die gaan we straks even bellen om even te checken of alles goed is verlopen. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een beelden gestuurd op zijn verzoek. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat heeft gezien. Nu wil iedereen natuurlijk weten om wie het gaat. Ja, dat is een spits van Gefle. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Wat is zijn naam? Isaac Lidberg. Hoe oud is hij? 22. Daar zijn we eigenlijk op een bijzondere manier wel eigenlijk op spoor gekomen. Via data, zeg maar datascouting. Okay. Uiteindelijk beelden bekeken. Meerdere scouts hebben de beelden bekeken. En uiteindelijk ben ik daarheen geweest. Het was nog wel een hele tour via Duitsland, want daar had je geen PCR-test nodig om terug te komen. Wel een sneltest. En daar was in principe alles open tot 8 uur. Dus ja. Dat was ook wel even weer als een kind in de snoepwinkel. Dus ja. Dat was ook wel even weer prettig een paar dagen. Dus we hebben trainingen bekeken en een wedstrijd bekeken. Mm-hmm. Voor hun was dat voorbereiding, want de competitie is net begonnen. Ja. Zullen we gaan kijken of die al hangt? Laat maar gaan doen. Als het goed is, zit hij er klaar voor. Yes. Great haircut. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Not too bad. Not too bad. Did you train today? No, today we have had a day off, but I was in the arena and did some prehab and some stretching. Okay. Who do you play against? They are okay. Number 3 at the moment. So it's more. It will be a tough game then. Yeah. Again. We have quite a lot in the final part. Did you watch the games I sent you, Isaac? Yes, I did. What was your first impression? My first impression was that you tried to play with speed and you want to play the ball and the goalkeeper was very good with his feet. Yeah, and you want to play, but not like stupid. If they press with a lot of players, you find a solution. And everything about the contract, dealing with the contract, is settled now? So the medical test was okay? Yes, I did a medical in Stockholm and everything went good. Je zegt data scouting. Dat is helemaal van deze tijd. Wat houdt dat in precies, data scouting? Ja, wat houdt het in? We zijn er al een tijdje mee bezig. We hebben nu wel iemand die zeg maar sinds augustus eigenlijk weer bij ons is. Die heeft eigenlijk zijn eigen blender gemaakt, zo gezegd. Even in de keukentermen te blijven. Voor een positie kan hij spelers eruit laten komen. En die krijgen dan een zogenaamd go-ahead-cijfer. Wat zit er allemaal in die data? Succesvolle duels, succesvolle passing, assist, scorend vermogen. Verwachte goals, verwachte assists, dat soort dingen allemaal. Mm-hmm. Dus, Isaac, do you hear me? Yes, I hear you. So,
If my information is right, you just signed for Gold Eagles, right? It's true. Well, congratulations. Thank you very much, thank you. Want hoe is dat voor jou? Jij bent natuurlijk de klassieke scout, denk ik, als het gaat om spelers vinden. Iemand die graag langs de zijlijn staat. We hebben zelf nog een keer... is dat voor jou nu moeilijker of is dat gewoon onmogelijk zelfs? Nou, is het nu vaak onmogelijk, maar ik ben wel van de combinatie. Ik denk dat data gecombineerd met live scouting wel de methode is. En niet alleen de data. Dus het is wel de combinatie. Alleen nu met de corona ben je wel beperkt. Dus je moet wel welkom zijn en dat kan ook niet altijd. Ja. Of het moet een stage zijn, maar daarmee heb je ook weer te maken met de coronaregels. Ja. Waardoor je vaak al een week eigenlijk mist door het testen. En pas de tweede week kan hij dan bij ons de bubbel in, zo gezegd. Dus maakt het wel allemaal een stuk lastiger. Isn't it strange for you to sign for a club in a city where you have never been before? It's just fun to see a new city and see new cultures. What can we expect from you the next season? You can expect that I work hard, that I will do my best and... Yeah, and hopefully score some goals. Okay, because Isaac, we really need a striker that scores goals, so we expect 20 goals from you the next season. I will do my best. Everything with the contract is arranged now, so you signed, the club signed, so we can open the bottle of champagne. Yeah, exactly. Okay. Congratulations, and we see each other in July. Have a nice day. Thank you very much. Yeah, thank you. Hope to see you soon as well. En zo zal Isaac Lidberg uit Zweden vanaf de zomer ineens collega zijn van clubmedewerker Miranda van Beinem. Ik neem samen met haar en supporter Paul Omens plaats op het stadionplein van Go Ahead Eagles. Niet om over de wedstrijd van gisteravond te praten of de nieuwe aanwinst, maar over een heel bijzonder moment dat hier een jaar geleden plaatsvond. Paul, het is vandaag voor jou een bijzondere dag. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat precies vandaag mijn vader een jaar geleden is overleden, zeg maar. En dat is gebeurd tijdens de eerste coronagolf. Mm-hmm. Het is niet bewezen dat hij aan corona is overleden. Maar hij was ziek en zwak. Mm-hmm. Dat heeft twee dagjes geduurd, zeg maar, alles bij elkaar. En toen was het over. Ja. Ik heb hem zelf eigenlijk de laatste 10 minuten kunnen zien. 10 minuten? Ja. Want daarvoor mocht ik er niet heen. Wat was zijn relatie met Go Ahead Eagles? Mijn vader die komt uit Indonesië. Het is gekomen door mijn opa. Mm-hmm. En toen zijn ze in de Vetkampstraat komen wonen. En daarna zijn ze allebei echt Eagles fan. Ja. Waardoor de hele familie Eagles fan is geworden, zeg maar. Toen hij overleed, bedachten jullie van natuurlijk we moeten iets speciaals doen. Ook. Het was niet alles als mogelijk natuurlijk op dat moment, of wel? Tijdens het wegbrengen naar zijn laatste rustplaats zijn we toch langs Go Ahead Eagles gekomen om toch dat hij vanaf hier ook nog afscheid kon nemen van zijn geliefde club. En nou moet ik zeggen dat ook de jongens van het sfeerteam van Eagles, de mensen van Eagles zelf, iedereen echt een hele mooie uitvaart ervan gemaakt heeft. Ik heb nog een gezegje gedaan en daarna zijn we naar de begraafplaats gegaan. Mm-hmm. Miranda, is dit iets wat vaker gebeurt? Ja, eigenlijk tijdens de lockdown en de corona is dit eigenlijk tot stand gekomen. Op een gegeven moment hadden we ze bijna wekelijks. En jas hier ook bij, denk ik, hè? Ja. Of niet? Ja, dus, en dan sta je gewoon netjes de laatste eer te bewijzen aan zo'n overledene. Ja, daar zijn we als familie heel dankbaar voor. Ja. Dat er toch met beperkte middelen toch zoiets moois tot stand is gebracht. Zelfs de uitvaartondernemer die had het nog niet echt meegemaakt, zoiets. Ik denk dat dat ook komt doordat je, nou net wat Paul zegt, dat je niet zoveel mensen natuurlijk uit mag nodigen bij een afscheid. En mensen, zoals Paul's vader, die echt Go-Ahead supporter in hart en nieren is, wil toch iets Go-Ahead-achtigs op zijn afscheid. Ja. Ja, dan is dit natuurlijk heel mooi als je nog even de laatste keer bij je eigen stadion kan komen. Zijn vader zat op het laatste in het rolstoelvak. Nou ja, daar stond hij bijna met de auto. En jullie hebben dat iedere keer weer gefaciliteerd. Absoluut. Dat is alleen maar mooi dat mensen dat vragen en dat je daaraan mee kan werken. Wat zegt dat volgens jou over het Eagles-gevoel van de supporters? Dat ze dan toch nog even op deze plek willen zijn?
ik doe zelf onder andere, ben ik coördinator van de Young Eagles. En ik merk gewoon als kinderen geboren worden, soms worden ze nog eerder aangemeld bij de Young Eagles dan dat ze aangegeven worden bij de gemeente. Ja. En ja, mensen die overlijden komen natuurlijk, krijgen een mooi plekje in Memorial Garden als de familie dat wil. Dus ja, het is iets van, ja, daar word je mee geboren en mm-hmm. ja, daar ga je ook mee ja, dood. Ja, het is een mooie spreuk. Een eagle ben je niet voor even, maar de rest van je leven. Ja. Zo is het gewoon. Go Ahead Eagles treft twee directe concurrenten in een tijdsbestek van 5 dagen. In de uitwedstrijden tegen NAC Breda en de Graafschap moeten minstens 4 punten worden gepakt om uitzicht te behouden op de felbegeerde tweede plek. Eerste mogelijkheid voor Go Ahead Eagles en een goede redding van Olij. En de kopbal is van Moulenga. Hier is de hoekschop. Bottos verlengt. En nu zit hij er wel in. Via Veldmaten uiteindelijk. Geen buitenspel. En dik verdiend is daar de voorsprong voor Go Ahead Eagles. Het doelpunt van aanvoerder Jeroen Veldmaten. Winnen in Breda, dat doet Go Ahead niet vaak. Vandaag wint het dankzij de goal van Veldmaten. En vooral ook omdat het nauwelijks iets weggaf. Het was verdedigend, ijzersterk. Gefeliciteerd. Wat een overwinning. Ja, je klinkt verbaasd. Ik vroeg aan de trainer, geloven jullie nog in de strijd om plek 2? Ja, dat is nu al beantwoord. Ja, we hebben het er heel veel over gehad. En dit is ook wel het opportun van de voetballerij. Het is dat nu maar 5 punten, hè? Ja, weet ik dat het na 2 gelijke spelen uitzicht is. En nu is het weer helemaal in zicht. Ik hou me op de vlakte en ik zeg dat we hier vooral mee moeten doorgaan. De spelers kunnen niet lang nagenieten van de overwinning op NAC. 4 dagen later wacht de Graafschap, dat nu de tweede plek in handen heeft. Op weg naar deze wedstrijd weten de supporters wat er op het spel staat. Ja, die filmpjes die komen natuurlijk van verschillende kanten voorbij. Dus die komt ook in de Van Wonderen Familie app zeker wel voorbij. Dat zijn natuurlijk mooie dingen om te ervaren. En die wil je dan delen met de mensen om je heen. Dus. Als je uit naar de Graafschap moet. De Graafschap had een aantal teleurstellende wedstrijden gehad. En dat wisten we van tevoren. Die gingen er van de eerste minuut af gingen ze heel opportunistisch spelen met volle druk. We staan wel op het punt van beginnen op de Vijverberg in Doetinchem voor een cruciale wedstrijd voor Go Ahead Eagles. Dat wordt vanmiddag aanhaken of afhaken in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. Inmiddels zijn we onderweg voor een cruciale wedstrijd dus voor Go Ahead Eagles. En na een kleine minuut staat het nog 0-0 bij de Graafschap tegen Go Ahead Eagles. Ja, de bal rolt alweer 4 minuten op de Vijverberg in Doetinchem. Voorlopig kennen we hier dezelfde tussenstand als eerder dit seizoen in Deventer de eindstand was bij Go Ahead Eagles tegen de Graafschap. Toen bleef het 0-0. Dat staat het nu dus ook na een eerste helft die weinig spektakel opleverde. Zeker van Go Ahead Eagles zijde. Aanval van Berden aan de linkerkant van het veld gaf die bal voor naar Moulenga. Die gaf de bal met zijn borst heel mooi mee aan Bottos die helemaal vrij stond in de 16 meter. Hij kreeg de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Maar zijn inzet werd uitstekend gepakt door Ronnie de Boer, de keeper van de Graafschap. En nu de Graafschap, dat komt op een 1-0 voorsprong.
Een uur zijn we onderweg en er is een feest op de Vijverberg. Want het is de Graafschap dat de score opent en zo hele goede zaken doet in de strijd om plek 2. Een plek die nu heel ver weg is voor Go Ahead Eagles. Net als... voor Go Ahead Eagles, want Veldmaat, de aanvoerder, ligt al een tijdje geblesseerd op het veld na een duel met invaller Seuntjens van de Graafschap. Ja, ik denk dat het twee kanten kon opvallen. Zij hebben eigenlijk ook niet heel veel kans gehad. Wij hebben op het laatst nog naar ikzelf, Drosten. Dus het kon ja, echt twee kanten opvallen, denk ik. Het was een hele intense wedstrijd en helaas is het voor hun goed te vallen vandaag. Moet je nu wel reëel zijn, en we hebben al vaker over jullie gehad, aanhaken, meedoen, plek 2. Is dit eigenlijk wel een beetje officieel afhaken nu of geloof je er nog in? Ja, nou ja, je moet wel reëel zijn. Het gat is nu volgens mij 8 punten naar de Graafschap. Ja, met nog 5 wedstrijden, dat wordt heel erg lastig. We gaan er alles aan doen nog, maar ja, dat het wat lastiger wordt, dat is duidelijk. En zo verliest Go Ahead Eagles in Doetinchem niet alleen de wedstrijd, maar ook aanvoerder Jeroen Veldmaat. Ik tref hem 3 dagen later, kort nadat hij in het ziekenhuis een goede uitslag heeft gehad. Maar in de bus terug toen voelde ik wel van, er gebeurt nu van alles in de knie. Ja. Nou, gelukkig niks kapot. En wat zeggen ze, hoe lang gaat het duren? Dat je weer een beetje... Ja, zit de dokter... We hopen op de play-offs, maar dan moet alles meezitten. Ik ben heel erg positief eigenlijk. Ja, je komt wel opgewekt over. Ja, dus, ik ben heel blij. Ja. Want ja, je zit, je bent 32, je hebt nog geen contract volgend jaar. Als je dan een kruisband scheurt bijvoorbeeld, ja, dan... Dan wordt het moeilijk, hè? Het wordt een moeilijk verhaal. Ja. Dus in dat geval valt dit heel erg mee. Op de wedstrijddag tegen Almere City FC zijn er grote belangen, want bij een nederlaag is de tweede plek in de competitie definitief uit zicht. Ik ontmoet op de wedstrijddag Geke Grotenhuis en Robert Heukels, twee fanatieke supporters die ook in de eerste reeks van Home of Eus zaten. Hey, goedemiddag. Hey Geke. Kom erin. Ja, dankjewel. Ja, welkom. Hoe is het? Ja, goed. Geke, wel een keurig huis voor een stoere supporter als jij. Oh, dankjewel. Ik ben er ook heel blij mee. Hier moet je nu ook noodgedwongen alle wedstrijden kijken. Ja, helaas wel. Hoe is dat? Ik moet mijn club in de steek laten. Dat doet zeer. Het is een beetje alsof we in de gevangenis zijn beland. Ja, ik ben ook heel jaloers op je huis, dat jij hier mag zijn. Weet je nog dat ik jou 3 jaar geleden sprak en vroeg wat voor seizoen het was? Ja. Wat voor seizoen was het voor jou? Kutseizoen. Een kutseizoen? Ja. Wat heb je dan liever? Heb je dan liever zo'n kutseizoen waar je wel bij kunt zijn? Of zo'n seizoen zoals nu, dat we toch meedoen op de hoge plek, maar waar je niet bij kunt zijn? Wij zijn Eagles, wij moeten erbij zijn. Echt waar? Ja. Dus je hebt liever dat het iets minder gaat, maar dat je absoluut dan bij bent? Ja, 200%. Ik heb nog geen minuut gemist van dit seizoen. Mm-hmm. Dat is het gekke. Ik heb alle balomwittelingen gezien en toch het gevoel dat je er niet bij bent. Dat is echt krankzinnig. Je zegt wel, ik zie wel alles, zeg je. Ja, maar dat is het probleem. Nu zie je alleen maar de bal en de mensen eromheen. Mm-hmm. Maar je mist eigenlijk, wat doet de linksback op het moment dat die bal rechtsvoor is? Met mij doet het heel veel. Ik kan mijn emoties niet uit. Ik kan mijn gevoel naar de spelers toe, naar de hele groep, naar de hele club. Ik kan me niet uit nu op dit moment. Wat merk jij los van die frustratie en emoties nog meer aan hem? Onrustig. Onrust. Ja, onrust. Maar als we dan winnen, en hè, dat we even met mijn zoon, die is 14, dat we eventjes een soort feuteldansje in die kamer hebben, dat is heel intiem. Dan moet ik me echt af en toe tot rust manen. En na 5 wedstrijden denk je, wat zijn we in godsnaam aan het doen met z'n tweeën? Echt? Dan zit hij echt zo op die bank. Ja. 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 Het is echt verschrikkelijk voor die spelers die in een cruciale fase van hun leven zitten. Dit is waar ze altijd voor hebben getraind. Hun hele jeugd hebben ze hiernaar verlangd. Mm-hmm. Dan ben je eindelijk op dat podium en dan is dat podium omringd door niks. Ja. Nou ja, stel je voor dat jij kijkcijfer 0 had op televisie. Ik heb het wel eens met mijn broer over van hoe tof zou het zijn als het gewoon helemaal vol had gezeten het hele jaar. Elke wedstrijd hier is gewoon een complete belevenis. Mm. Voor de wedstrijd, in de warming-up al, tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd. Ja, daar moeten we bij zijn. Om te steunen. Wij moeten onze club gewoon 100% kunnen steunen.
Als we dat niet kunnen, ja, dan is het geen Eagles. Normaal als je met de warming up het veld op gaat of je komt het veld op voor de wedstrijd, dan krijg je zo'n energiekick en nu ja, als iemand scheet laat op de tribune, dan hoor je het gewoon. Wat is nou voetbal zonder supporters dan? Ja, weet ik niet, geef jij maar de antwoord. Nou, shit, helemaal niks. Je vergeet bijna hoe mooi dat eigenlijk is. Je went ook wel snel en dat is ook een beetje het enge bijna. Tegelijkertijd heb jij 3 jaar geleden, toen ik jou sprak, ook iets interessants gezegd. Je noemde het publiek een tweekoppige draak. Ja. Weet je dat nog? Ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Als wij gaan zingen, dan gebeurt er iets met ons. Ja. Dat is iets prachtigs. En ja. Dat maakt het heel sterk. En als je dan tegen Pek Zwolle speelt, dan kom je op 1, 2, 3, 4, 0. Mm-hmm. Ongelooflijk natuurlijk. Ja. Dat kan. Die kracht hebben wij. Ja. Maar op het moment dat het minder gaat, ja, en op het moment dat wij denken, ons groter denken dan we zijn, en als het dan niet lukt, dan kan zo'n publiek ook als een soort tweekoppige draak werken, mm-hmm, en spelers helemaal naar beneden trekken. Als je dit seizoen zeg maar met publiek volledig had gespeeld, de hele competitie, dan denk ik ook dat de ranglijst wel anders zou zijn. Denk je dat ze op dezelfde plek hadden gestaan als wij het hele seizoen door supporters in het stadion hadden? Nee. Ik zeg heel stellig, ja. Waarom weet je dat zo zeker dan? Ja, maar dan had je al een heel ander begin van het seizoen gehad. Dan waren er veel meer onrust ontstaan in het stadion. Omdat we toen een beetje strokkelde, een beetje spaak liepen af, ja, in het spel. Maar omdat Kees natuurlijk een soort basis heeft gemaakt van achteruit opbouwen. Een balletje terug en maar weer breed leggen en weer breed en weer een balletje terug. Vanuit daar laten groeien. Denk ik dat het een voordeel is geweest dat ze in alle rust hebben kunnen spelen. En dat had geleid tot een hogere positie of een lagere positie? Nou, ik denk twee plekken lager. Lager zelfs? Ja. Dan denk ik, blijf jij maar lekker ook weg in de play-offs, dan gaan we misschien nog promoveren ook. Nou, in deze fase zou het ons juist heel erg kunnen helpen of kunnen boosten. Mm-hmm. En dat je gewoon even lekker helemaal gek kunt doen als je een doelpunt maakt. Gewoon. Dit team kan promoveren, omdat ze hier in hun hoofd zitten ze heel sterk. Ja. En sterker dan we jarenlang hebben gehad. Deze trainer heeft al een bepaalde visie over zijn voetbal. Als je ziet dat je in zo'n korte tijd eigenlijk van een hele grijze muis, die altijd maar 0-0 speelt. Als je ziet hoe snel jongens zijn gegroeid in waarde, in spel, in niveau. Dat waardeer ik heel erg van die meneer. Als ik Kees hoor praten in de media, dan vind ik dat de meest verstandige trainer die we in 10 jaar hebben gehad. Wat verwacht jij nu van de play-offs? Nou, gewoon dat we derde worden en wij ook op de brink staan bij jou voor. Dat verwacht je? Ja. Ik zal dan echt bijna, ik denk dat ik janken ga van geluk. Ja? Dan, ja, omdat ik het deze jongens zo gun. Maar deze jongens hebben zo'n focus op goed voetbal spelen. En op groeien en willen leren. Dat vind ik wel heel gaaf. Want ga het maar doen nu, in deze tijd. Je kunt ook denken van, wat doe ik het allemaal voor? Het is tijd voor de wekelijkse wedstrijdbespreking. Deze keer over tegenstander Almere City FC. De 3-0 nederlaag in de uitwedstrijd tegen Almere zit met name Kees van Wonderen nog steeds dwars. Oké, mannen, luister mee. We gaan naar Almere kijken. Zaterdag, belangrijke wedstrijd. Wat is de les die we meenemen vanuit de wedstrijd daar? Jacob, can you tell us? That we have to go there to win and not wait for them to attack us. We have to be in command and not just sit back and wait. We have to take the initiative. Ik denk dat dat de lessen zijn van onder andere Almere uit en NEC uit. Dat we misschien met iets te veel ontzag of in een afwachtende houding zo'n wedstrijd beginnen. Dat is al veel beter nu in deze fase. Maar gelijk starten om hun onder druk te zetten en hun te dwingen tot fouten. Dat is eigenlijk wat we daarvan geleerd hebben of moeten leren. Laten we even kijken hoe Almere er nu op staat, Paul. Oké, mannen, dit is wat we verwachten ten aanzien van de wedstrijd van aanstaande zaterdag. En wat in algemene zin opvalt tegen, als we naar Almere kijken, is dat ze vrij direct spel spelen. En het is veelal geënt op een lange bal op Verheid. Dat is natuurlijk fysiek sterk. En dan proberen ze verder te voetballen vanuit de tweede bal. En wat voor ons belangrijk is, is dat wij, als zij zo in de opbouw gaan staan, dat wij ze over hun rechterkant dwingen. Onze linkerkant naar binnen trekken. Je 10 midden bezet houden en zo op halve komen te staan. Ja, en dan kijken of je hier, als het ligt eraan wat zij spelen, druk geven en doorlopen.
Hier zie je Smeets uitzakken, dan maken ze 3. Dan gaan de backs wel wat hoger staan. Maar wat met name opvalt dan, is wederom de rol van Yeboah. Uit op diepte. Als zij met een middenvelder uit gaan zakken, back hoog, middenvelder komt daar. Martijn? Eerste instantie gaan met de aanvallers. Oplossen met z'n drieën. Maar we hebben 2-1, we willen ze onder druk zetten. Maar er komt een middenvelder helpen. Wat betekent dat voor jouw rol? Dat ik gewoon doorstap. Ja. Ja. Dus het spel hier spelen, kijken wat ze doen. Je kan altijd je lengtebal spelen of je overtal op het midden zoeken. Vragen? Opmerkingen? Niemand? Het is 1-2. De training start om 2:45 man op het trainingsveld. Yes. Het kan eventueel beide kanten. Maar uiteindelijk als ze hem zo aflopen en zij moeten ook weer terug, komen zij ook weer daar uit. Ja, dat is. Maar ze zullen net als Miranda, ze zullen ook wel snel lange bal kiezen. Ja, 35 wedstrijden gespeeld met bekers erbij. Ik heb 1 wedstrijd gemist door corona, voor de rest niks. Dus ik merk wel dat ik wat extra's moet gaan vragen van mezelf om door te blijven gaan. Maar op zich tot nu toe gaat goed. En met dat gewoon hoe hun druk zetten, kan Jeroen of Jus of Sam mij gewoon inspelen natuurlijk. Precies. Dat is dan met 2-10. Ja. En als Verheid gaat aflopen, die is niet snel genoeg. Daarom. Maar dat kan jij initiëren, zeg maar, van de situatie. Hetzelfde met dat ene beeld dat we hadden dat ik klasje uitspeelde. Op zich, als Verheid een keer op mij afloopt, dan kan ik ervoor kiezen om of zij was langs te spelen of zelf in te komen en weer te spelen. Ja. Hij is niet snel genoeg. Afhankelijk van de ruimte, klopt. Dat hadden we daar ook gezegd. Van ga dan maar versnellen als hij komt. En gisteren ook heel even getraind ook met Justin en met Sam. Ja. Dat als hij afloopt, heb je hem op een gegeven moment Ik bedoel ook van als zij eerst laag plooien en ze kiezen uiteindelijk het moment om door te klappen. En Justin en Sam staan hier. En Hamouti blijft er een beetje tussen lopen. Dat als hij mij zo gaat aanlopen, dat ik hem gewoon zo neem en doorspeel. Net als dat ik dit. En als hij dat uiteindelijk door heeft en dan gaat mij zo aflopen, dat ik hem uiteindelijk gewoon laag Justin kan inspelen. Ja. En vanuit doeltrap doen we met 9 en 10 zo. Dus dan ben ik de vrije man. Dat moet wel lukken. Komt goed. Sam Beukema draagt zaterdag de aanvoerdersband bij afwezigheid van Jeroen Veldmaten. Hoofdtrainer Kees van Wonderen ontbiedt de verdediger op zijn kamer omdat hij hem iets wil vragen. Trainer. Ja, Sam, kom. Waar dat ik even langs kwam. Ja, Jeroen is er niet bij, dus we zitten met de pingels. Of ik die wil nemen. Of dat iets voor jou is. Ja, ik wil die penalties wel nemen. Zeker. Oké. Graag. Voor jou. Top. Kom wel goed. Ja, dan mag je naar hun toe spelen en dan mogen zij hier in 4-2 spelen. Maar gedurende de eerste 2,5 minuut zullen zij steeds starten met de opbouw en jullie steeds verdedigen. En na 2,5 minuut wisselt dat. Je mag 6 keer aan elkaar of gelijk direct. Ja, komt de volgende, Jus. Hop. Let op. Juist, maak je overlap. Blijf bij elkaar, Jus. Bal. Juist. Dat is goed gedaan. Dat is goed gedaan. Ja, Martijn. 1. 2. Groen. Wat gaat Brett dan doen vervolgens? Die gaat daar naartoe, dan ligt hij daar. Maar je moet jezelf iets meer ruimte geven door hier te gaan staan. Krijg je hem, kan je hem aanvallen en dan heb je het spel voor je. Wat ga ik dan doen? 10. Dan moet je samenwerken. 9. 8. Goeie bal, Nico. Oh. Jij kan iets vooruitstappen. Goeie bal, Arthur. 7. 6. Goeie bal, Sam. Degene, speel eens naar Bas toe. Jij kan die paas wel moeilijker maken door iets meer hier te komen. Iets meer. Dit is goed. Kijk eens hoe je klaar staat nu. Dit is het. Ja, kan toch mee? Goeie bal, Giuliani. 1, 2, 3, 4. Goeie chip zeg. 3. Juist. 7. Ja, dat is het. Dat is het. Oh. Voor Zakaria Erdashouri is het een heugelijke dag. Hij zat 17 dagen in thuisisolatie vanwege een coronabesmetting. Vandaag keert de middenvelder eindelijk terug op de club. Er is een vrakja. Nee, je mag niet echt mis, man.
Come back like you had nothing, man. Nothing's changed. Yeah, no, bro. It was the first week, man. Yeah? First week was... It was tough, man. Yeah? Yeah, man. Wat dan voor het aflopen? Ja, bro. Ik woon in studio, toch? Als je naar boven gaat, bro. Als ik boven ben, gewoon, ik was gewoon moe, man. En spierpijn, last van je longen. Ja, man. Maar gelukkig nu goed, man. Ja, het was... He said to me, it was a miracle, man. Because I was positive on Thursday. En hij did it on Friday again. En het was negatief. Hij zei toen, maybe something is wrong. It's going wrong, no? En toen was ik teruggegaan, heb ik nog een keer getest. Toen was het nog een keer negatief, man. Dus, okay. Bijzonder, man. Lekker, man. Gewoon lekker weer teruggaan. Ja, echt. Heerlijk, man. Blijft er niemand meer over. Jongen. Vertrouwen? Ja, altijd. Altijd? Altijd vertrouwen in, ja. Tuurlijk. Is het ook wel het moment dat je denkt van het wordt moeilijk? Hoe de groep in elkaar zit, de spelers, de vechtlust en de bereidheid met elkaar. Ja. Daar heb je altijd wel vertrouwen in. Mm-hmm. En voelen zij nu meer druk omdat het al meer is? Nou, dat vraag ik me eigenlijk af. Je bent altijd aan het peilen in de week ook, voorafgaande aan een wedstrijd, of er genoeg spanning is, zeg maar. Dus voelen zij druk van het moeten winnen hier van Almere? Of zeggen zij van de uitzicht op de tweede plek is nu wat verder weg. En voor ons is het belangrijker om play-offs te spelen. Ja. Dat gevoel heb je nu wel of niet? Daar heb ik nog niet echt een gevoel bij. In de zin van, dat zijn allerlei momentjes bij elkaar. Dat is soms denk je van, dan hoor je iets of je ziet iets of je van, die zijn scherp, die zijn klaar of juist niet. Nico. Niet alleen voetballers kunnen maar moeilijk wennen aan wedstrijden zonder publiek. Voor scheidsrechters geldt precies hetzelfde. Vandaag heeft Bas Nijhuis de leiding. Een arbiter die erom bekend staat de interactie met het publiek niet te schuwen. Nou, wat denk je? Ja, dat weet ik niet. Wat denk jij? Ik weet het niet. Bas, hoe is dat dan? Fluit in een lege Adelaarshorst? Ja, dat is wel heel wat anders. De Adelaarshorst is natuurlijk, als je hier naartoe gaat en helemaal... met een vol stadion. En vooral aan de linkerkant natuurlijk. Als je daar bij hoekschoppen staat en zo, dan gaat het eraan. Ja. Ja, en dan staan ze daar in die paal te hangen en dan gaan ze tekeer wel. En met dit weer zelfs al met de blote bas. Dus ik vind dat mooi. Dat hoort erbij. Maar nu moet dat dus heel erg, bijna vervelend voor jou zijn om dit soort wedstrijden te fluiten. Weet je wat het is? Het is gewoon, dat publiek heb je gewoon nodig. Dat maak je ook scherp. Ja. Dat maak je echt scherp. Maar heb je er nog wel plezier in? Jawel, ik heb wel plezier in, maar het is wel, ik vind het echt wel voor de helft minder leuk zonder publiek. Het publiek is echt de drijvende kracht achter dat hele voetbal. Daar komen we nu wel achter. Ga je ook anders fluiten in zo'n leeg stadion? Nou, ik fluit bijna nooit, dus... En hoor jij meer van spelers? Ja, spelers zijn natuurlijk wel... Die gaan nu echt kermen, jongen. Die schreeuwen, net als ze vermoord worden. Zo schreeuwen ze soms. En dan blijkt het gewoon soms helemaal niks te zijn, of een klein tikje. Ja, die proberen het ook. Die weten ook van de scheidsrechter hoort nu alles wat wij doen. Dus die proberen het ook. Dit is een wedstrijd zonder de VAR, hè? Ja, zonder. Heerlijk. Heerlijk, ja? Ja, maar ik heb nou assistent, joh. Wanneer was jouw laatste fout? Of vorige week? Ja. Maar goed, knip dat er maar uit. Maar... Nee, ik heb er wel zin in. Leuk potje. Wat denk je? Ik denk dat het 0-0 wordt. 0-0? Het wordt altijd 0-0 hier de laatste tijd. Wat denk jij dan? 0-0 toch niet? We moeten een paar doelpuntjes, toch? Nee, ja, nou, veel plezier. Want, dankjewel. Dus, en gedraag je op tribune, maar ik hoor alles, hè. Dus als je staat te schelden, hoor ik... Maar jij ook, hè? Ja, oké. Okay. En als er eentje gaat liggen en je twijfelt, op de stip, hè? Goed. Veldje. We moeten omkleden, jongens, want Succes, man. Fijne wedstrijd. Ja. Hoi, hoi. Bij winst, zonder tegendoelpunten, worden maar liefst 2 records gevestigd. Het zou de eerste keer zijn dat de club zoveel punten in 1 seizoen pakt... En ook kan een clean sheet record sneuvelen van een halve eeuw oud. Ik had vanochtend al pijn in de buik. Niet eens voor dit, maar wel voor vanavond om 8 uur. Ik sta ermee op en ik ga naar mijn bed. En de hele club wens ik dat we 3 punten halen. En ik hoop dat we er misschien nog... tweede is wel heel ver weg. Maar het kan nog net. De tweede plek in de competitie. Theoretisch kan het nog.
Maar door de nederlaag bij de Graafschap van afgelopen week is het gat gegroeid tot 8 punten. Kees van Wonderen weet dit ook. Ik weet niet of het realistisch is, maar zolang je daar om meedoet en kans hebt en weet je, tot het einde van de competitie wil je daar zo dicht mogelijk bij zitten. Want je krijgt altijd rare uitslagen en spanning. Mm-hmm. Wij pakken Almere, 3-1. Er is nog iets wat je, nou, iets bijzonders. Je kan een puntenrecord verbreken, weet je dat? Ja, dat weet ik. Speelt dat mee? Ja, dat speelt zeker mee. En dat is ook, daar heb ik ook de jongens compliment voor gemaakt. Dat is, als je de meeste punten kan halen uit de geschiedenis ooit. Met dit jaar, met alles wat er voorbij is gekomen, dat is een enorm compliment naar de jongens toe. Dat ze dat hebben weten te bewerkstelligen. Ja. Boys, luister even mee. De afspraken zijn gemaakt en die zijn helder. Die zitten wel in je hoofd. Waar komt het nou op neer? Vrijheid spelen, boys. Vrijheid spelen. Spelen met scheid, met lef. Durven. Dat is wat je moet doen. Dus de afspraken zitten in je hoofd. Hoef je niet over na te denken. Kom vanzelf. Vrijheid spelen en met lef spelen. En alles wat je hebt in die wedstrijd gooien. Sam? Ik wil nog even één ding zeggen, boys. Kijk, vorige week was het kut, het was onnodig. En dat weten we allemaal. Maar ik wil nu even iets heel anders zeggen. Ik ben gewoon fucking trots dat ik onderdeel ben van dit team. Kijk naar Jay, die gaat vandaag gewoon zijn clean sheet record pakken. 23e, beste keeper van heel Europa. Bassi, die voor het seizoen nog geen goal maakte, nu helemaal los is. Justin, die het elke keer geweldig invult. Wout en Matte, die keihard hebben teruggeknokt van hun blessure. Bretje is jarig. Die gaat vandaag ook gewoon belangrijk zijn voor onszelf te vlammen. Lucky, onze Frankie, John is een Greek warrior, Boyd de stofzuiger. Boys, we gaan gewoon vlammen vandaag. Oké, we gaan jullie hard vlammen. We gaan gewoon fucking hard vlammen. We gaan jullie niet verneuken. Heel het seizoen geknopt. Nu gaan we doorpakken, oké? Ga komen, come on, hey! Relax, boys. Vrijheid spelen. Nou, kom op. Go Ahead had verloren van de Graafschap. En ja, de kans op een rechtstreekse promotie daarmee eigenlijk een beetje verspild heeft. Al zijn er altijd optimisten. Ja, kom aan! En nog een keer. Kom op, boys! Ah! Hou rippen. Het is wel een overtreding, maar hier is ook voordeel. Hey Bas, ga je uit, joh, met die... Fluit aan! Echt waar, wat een waardeloos winnaar zo dit toch. Je weet bij God niet waar je bij hem aan toe bent, hè. Rob, hoe is het nu om omroeper te zijn in een leeg stadion? Het is dat Go Ahead een goed seizoen draait en we gaan nog voor de prijzen. Ja. Met geloof ik nog 5 wedstrijden te gaan. Maar wat je wel mist is toch het publiek. Dus Het is wat dat betreft wel saai. Er staan ook geen fout geparkeerde auto's meer. Dit klinkt misschien een beetje onaardig, hè? Maar waarom zou je omroepen in een leeg stadion? Nou, ik vind dat ben je eigenlijk verplicht aan de club. Eén. En allereerst natuurlijk aan de spelers op het veld. Ik krijg bijvoorbeeld van Sam Beukema nu sinds coronatijd gewoon een playlist.
om tijdens de warming-up de muziek van de spelers te draaien. Oh ja? Ja, dat weet niemand, maar dat is wel zo. Maar dat kun je nu makkelijk doen, want kijk, als je dat in een vol stadion zou doen, ja. Ja, dan heb je 9000 mensen met 9000 wensen wat betreft muziek. Oh, dus je hebt nu een playlist die je anders eigenlijk niet kunt permitteren omdat supporters dat niet zullen waarderen. Het is heel veel hip-hop. Heel veel hip-hop en daar houden ze van. En dat kun je nu gewoon draaien. Ja, ik moet even naar binnen. Je moet even werken. Ah! Ja, gaat verdomme. In de 20e minuut is het 1-0 geworden voor Go Ahead Eagles. Doelpunt te maken met nummer 7, Martijn Beggelen. Een schitterende goal, hè. Fantastisch. Nou, zo kan het hard gaan, hè? Ja. Ik denk dat ik jou beter met rust kan laten, Rob. Bedankt, Eus. Jij ook, hè. Fijne avond. Vaak door dat licht. Ja, maar zie je voor. Het gat tussen Jus en mij heel groot. Ik wil mij uitblokken, toch? Bij je voor. You like it, Jacob? Yeah. You like the game? Yeah. Why? Because we're aggressive, everyone's on top of everyone. And I think we have everyone's trying to win. So that's really important, to stay aggressive. It's a good challenge for us. Hè, met Jacob was een aantal keren een goed voorbeeld dat je moet niet naïef zijn in het aanvallen ook niet. Als de bal komt en je kijkt naar de bal en zij komen, daar fluit hij namelijk niet voor. Dat was een aantal keren mooi. Jacob gaf het voorbeeld. Die gaat het gevecht aan met Breedijk of met die anderen. Gewoon in de man, gewoon de bal blokken. Hij laat alles doorgaan en die bal valt dan uiteindelijk voor je voeten. Daar moet je van bewust zijn, dat gevecht. Ook als jij zelf in verdedigend opzicht een beuk krijgt, hij laat dat doorgaan. Gezamenlijk verdedigen, hoog of laag, Jacob. If we stand in block, you need to work together with Jonas in running. So the sides have more time or to pressure or to go with their men. Yeah? Don't give them the moments to go to the side and to give crosses. And then dan hebben zij daar de kopkracht met Verheid. Daar moeten we op letten. Wat mooi is, mannen, wat we vooraf hebben benoemd. Jullie durven. Jullie zijn vrij. Je neemt lef als je ook de goal maakt. Je durft te voetballen. Je ziet Sam indribbelen op snelheid. Justin dribbelt in, speelt ballen tussen de linies, erachter. Je varieert, uitstekend. En je zit daar in intensiteit. En die moet je de tweede helft weer zo doen. Ja, boys. Tweede helft, klaarmaken voor de tweede helft. Afstemmen met elkaar, regelen. Maar jullie staan nu eigenlijk aan elkaar zonder. Jij moet hem dan naar binnen sturen. Ja. Want nu kan hij jou nog onder druk zetten. En als jij dan iets verder naar binnen gaat, dan loopt hij misschien wel met jou mee. Dan heeft Wout meer tijd en ruimte om die goede voorzet te geven. Maar als jij dan ziet van, nou, ja, Martijn is even niet opletten, dan moet jij het regisseren. Ja. Snap je? Terwijl als je weet van, dan doet Jans het. Hij komt. Jezus, ook zeggen. Bam. Geniet van de intensiteit van deze wedstrijd. He, dit is een wedstrijd van duels, van tempo, van schakelen. He, daar moet je van genieten en daar moet je ook gebruik van maken. Moet je ook klaar voor zijn in zo'n tweede helft. Ja, want dan wordt weer gevraagd. Totdat je niet meer kan, dan kunnen we wisselen. Come on, boys. Come on. Come on, boys. Come on, boys. That's it, Jacob. That's it. Ah! Doe dan! Oh, je kan hem zo raken. Hè? Je kan hem zo raken. Weer zo'n slimme bal in Moulenga die er lekker tegenaan kan lopen. Nee! Fucking hell!
Juist, in de 16. Brotos. Brotos. En dit is een strafschop. Hey, bedankt nu! Ja. Yes! Ja, dat bedoel ik met die in die 16, een korte corner. Nee, maar ook met z'n tweeën en dan eentje erin en dan gaan zoeken. Beukema. Kijken of we gelijk hebben wat we gedaan hebben. Nu. Jacob. How's the energy? Come on, keep going. 5 minutes. Hoek, hoek, hoek. Oh! Wat een heel goed pretje! Bal, Brett! Ik weet niet hoe goed het was dat ze even die rust hielden. Bas staat te rekken. Bas! Bas! Wat? Bas! Bas! Ja, voor Bas. Voor Bas. Voor Bas. Nee joh. Kom. Bas, ga er nog? Zou je risico nemen? Is dat er nog voor? Ja, maar hij kan toch nog wel lopen? Dan kun je toch... Wie wil je, Paul? Ja, pak Bas er maar af. Ja? Ja. Bas? Ja. Yannick? Ja, linksback dan. Ja. Kom aan. Ja. Yeboah. Voorzet van Yeboah is goed en Verheid. Nou, vang maar af. Kom zo, even kijken. Ja. Ja, dat is kick. En dan hebben we mond voor elkaar. Je hebt hem nou geëven na, toch, Jay? Ik denk op het laatst valt hij nog even binnen. Nee. Dit is wat voetbal een beetje in een notendop is. Vechten van het eerste tot de laatste minuut. En dan komt er ook nog bij kijken dat je geweldig kan voetballen. Met combinaties, met mooie goals. Met het gevecht wat je levert, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Symptomatisch voor je, eigenlijk voor je hele carrière, voor het hele jaar eigenlijk. Vechten, vechten, vechten. En uiteindelijk komt het naar je toe. En dat heb je geweldig gedaan. En er staan er nog 4 te wachten. En daar moet je ook weer klaar voor zijn. Jay Gorter is vanavond voor even de gelukkigste man op aarde. Met zijn 23e clean sheet evenaart hij op 20-jarige leeftijd het record van de legendarische doelman Tony van Leeuwen. Jay, hoe is dat nu, man? Een record. Ja, ongelooflijk. Ja, ik ben een beetje flabbergasted. Ik weet niet echt wat ik moet denken. En, het is een heel bewogen jaar geweest, het jaar daarvoor ook voor mij. Ja. Dus dat ik dit bereik, dat moet nog eventjes binnenkomen. Ja. Wat denk jij nu? Kijk, wij supporters zijn allemaal bang dat jij nu weggaat. Iedereen heeft in de gaten. Morgen staat het overal in alle kranten. Deze man breekt records. Wat kunnen we verwachten? Wat wil jij? Ja, ik heb mijn contract verlengd tot 2024. Gewoon puur omdat ik het ook belangrijk vind als jonge jongen dat je gewoon speelminuten maakt. Ja. En buiten dat dit gewoon een geweldige club is, waar ik met alle liefde voor speel. Ik zou liegen als ik geen doel heb om een stap hoger op te maken. Tuurlijk. Maar ik kan wel zeggen dat ik genoeg van deze club hou om het goed af te wegen en als het me niet goed voelt om ook niet te gaan. Ja. De gekke situatie kan zich voordoen dat jij misschien naar de play-offs weggekocht wordt. En heb je eigenlijk nooit gespeeld hier voor een vol stadion. Ja. Bizar eigenlijk. Ja, dat is echt bizar. Ja, ik moet nu dromen hoe het is om onthaald te worden in een Adelaarshorst. Maar ja, wij hebben wel een supportersband waar ik genoeg van meekrijg qua appjes en alles. Die super blij voor me zijn. En ik voel alsnog de warmte, dus dat is wel fijn. Je kent de groep nu heel goed. Je bent een heel belangrijk onderdeel van de groep. Wat denk je dat jullie kunnen doen in de play-offs? Ja, ik denk eerst dat het nog heel spannend gaat worden voor directe promotie. Ik ben een voetballer, ik ben een topsporter, ik wil het hoogst haalbare. En ik denk dat wij een team hebben, als wij nu 4 wedstrijden lang gas geven, dan kan dat. Jij gelooft in plek 2? Ja, 100%. Bij ons, het speelt niet in onze gedachte van het moet, maar waarom niet? Als je nu Almere, topkandidaat, 3-0 van de mat aflegt, ja, wat kan er dan allemaal gebeuren in andere wedstrijden? De eerste hobbel is een uitwedstrijd tegen Jong Utrecht.
precies een week later. Voor Goat Eagles cruciaal in deze slotfase van de competitie. Want vanaf nu betekent elke misstap dat rechtstreekse promotie niet meer mogelijk is. Berden en de redding van de Keizer is goed en niet goed genoeg. Want Botos krijgt die bal precies voor de voeten. En wint Go Ahead Eagles met 1-0 moeizaam. Maar hij heeft de nul. En dat is dus voor de 24ste keer dit seizoen een nieuw record. Ik heb afgesproken met reservedoelman Mitchell Michaelis, die een zware bovenbeenblessure opliep tijdens een gitzwarte periode in zijn leven. Ik ben druk bezig met mijn revalidatie. Ik loop 4 dagen bij de fysio in Amsterdam. Mm-hmm. Daardoor ben ik nog een dag hier, woensdag. En de revalidatie verloopt best wel spoedig eigenlijk. Waarom doe je het eigenlijk in Amsterdam? Ja, ik ben natuurlijk woonachtig in Volendam. Ja. Dat is ook nog wel een dingetje. Ja, kijk, binnen een kwartier was ik bij de fysio. Dus wat voor beeld had je van deze club voordat je hier kwam? Ja, ook gewoon echt een volksclub sowieso. Als ik hier kwam, zat het hele stadion vol. Kreeg ik overal kippenvel. Als je opkwam of als je het veld op kwam lopen met de warming-up al en zo. Op het moment dat Mitchell Michaelis voor Go Ahead Eagles tekent, is zijn vriendin hoogzwanger van hun eerste kind. Op 23 juli ben ik vader geworden met mijn vriend en moeder natuurlijk, van een zoontje Jax. Na dag 2 eigenlijk ging het niet goed eigenlijk. En dan komen artsen binnen en die roepen van alles wat je kind mogelijk heeft. Mm-hmm. En het was dus een hele zeldzame stofwisselingsziekte. En er zijn maar 3 kindjes in Nederland per jaar die hiermee mee worden geboren. Op een gegeven moment kreeg hij heel veel vocht in zijn buikje en daarvoor hebben we 3 weken in het AMC gelegen. Slaap ik op een bedje van 1,60 meter terwijl ik boven de 2 meter ben. En dan moet je om 6:30 ochtends naar de evenement rijden en dan naar je training gelijk met vliegende banden weer naar het AMC. Mm-hmm. En dat heb ik dus... Voelde jij je verplicht om naar de training te gaan? Of? Ik wou afleiding hebben. Ik kon niet de hele dag in het AMC zitten en me zorgen maken. Weet je, als ik hier was, dacht ik wel dat ik het op zich wel een soort van... mijn gedachten kon verzetten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als ik erover nadenk, was het gewoon totaal niet. Deed ik gewoon heel veel dingen, heel veel dagen gewoon zomaar wat eigenlijk. Ja. En precies in die periode maakt Mitchell Michaelis noodgedwongen zijn debuut voor Go Ahead Eagles. Als een corona-uitbraak de selectie in zijn greep heeft. De keeper doet het uitstekend. Maar de korte nachten in het AMC eisen in de tweede helft hun tol. In die wedstrijd natuurlijk die ik dan gespeeld heb, waar ik geblesseerd ben geraakt. Heb ik het ook gewoon als goed gedaan. Dan kon ik me best wel goed omzetten. Alleen ja, op training en zo was dat heel moeilijk. Aan mijn blessure ben ik geopereerd, aan mijn bovenbeen. En op dat moment ging diezelfde dag mijn vriendin naar het AMC met Jax voor controle. Mm-hmm. Omdat ik daar ook lag. En toen hadden ze dus hyperinsulisme ontdekt. Dus te lage bloedsuiker. En ik heb bij hem gelegen 3-4 dagen. Mm. Met mijn been dat ik niks kon, maar wel mijn bed ernaast. Daarna ben ik naar huis gegaan, want ik moest zelf ook rusten. Met mijn vriendin erbij geweest, 4-5 dagen. En toen ging het eigenlijk steeds slechter en slechter met hem. Kwam het vocht in zijn buikje weer terug. En op een gegeven moment werd het zoveel dat alles verknelde. En hij kon niet meer slapen. Het was gewoon mega zielig. Ja, en ik ben die dag dat het gebeurde, was ik gewoon de hele dag in het ziekenhuis. En op een gegeven moment... ze waren eerst nog wel positief, maar daarna werd het minder. En toen zeiden ze van hij komt te overlijden. En toen hebben ik met mijn vriendin samen hebben we hem in onze handen gehouden en hebben we gezien in onze armen overleden. Mm-hmm. Ja. Nachtmerrie, je mag je kind niet verliezen. Dat mag niet.
was zo'n prachtig mooi kereltje. Het was alleen maar het lachen de hele dag en dan was gewoon, het was gewoon een baby als elk andere baby. Het was gewoon hartstikke goed, weet je. En later zouden we dat allemaal wel gaan merken, dat alles zou gaan vertragen. Maar nu was het gewoon nog een baby. En hij was gewoon aan het lachen, schaterlachen de hele dag en was gewoon mega lief. En ja, dan besef je eigenlijk niet dat hij eigenlijk zo ziek was. Ja. Ja. Een dag na het overlijden van Jax moet Go Ahead Eagles thuis tegen SC Volendam spelen. Het eerbetoon voor de wedstrijd maakt veel emoties los. In het stadion en daarbuiten. De wedstrijd tegen Volendam was natuurlijk ook gewoon super toevallig. Dat team waar ik 10 jaar gespeeld heb tegen mijn huidige team. Weet je? Ja, die ondersteuning die ze op het veld gedaan hebben was heel bijzonder. Echt, ik zat thuis met de familie en het was echt niet normaal. We hebben echt heel veel steun uitgehaald. En... Dus je hebt dat thuis allemaal wel bekeken? Ja, zeker. En ze zijn met z'n allen bij me langs geweest. Ze zijn door het huis gelopen. Jax lag bij ons gewoon nog in de kamer, lag hij. Go Ahead Eagles is zichzelf niet en verliest van Volendam. 3 dagen later wordt wel gewonnen, in en tegen Eindhoven. Mede dankzij een berichtje van Mitchell Michaelis in de groepsapp, waarin hij zegt te hopen dat zijn teamgenoten de knop kunnen omzetten. Het bericht werkt bevrijdend, al is het verdriet in de spelersgroep nog steeds voelbaar. Ja, je staat op met een bepaald gevoel, je gaat naar bed met een bepaald gevoel. Mijn keeperscollega heb je 24-7 in je hoofd en die kleine van hem. En als je er nu over begint te praten, dan doet het weer pijn. En dan is het 0-2 en 3 punten mee naar huis en dan is deze van Mitch. Het was gewoon heel bijzonder om die jongens allemaal zo te zien. En... dat ze het ook allemaal, dat het hun ook zo raakt of zo, weet je, op een of andere manier. Dat was, als ik het zo mag noemen, was het heel mooi. Ja, ik voelde echt de steun van iedereen vanuit de club. Mm-hmm. Leo, echt gewoon mensen kennen die hun geven, zeg maar, weet je. Ja. Het is vandaag een bijzondere dag. Go Ahead Eagles viert met een jaar vertraging een heus eeuwfeest. Precies 101 jaar geleden verhuisde de club naar de huidige locatie van het stadion, aan de Vetkampstraat in Deventer. Afgelopen vrijdag opnieuw gelijk heeft gespeeld, kan de afstand tot de superboeren verkleind worden tot 4 punten. Al begint de tijd met nog 3 wedstrijden te gaan wel te dringen. Thank you.
Hey mannen, goed gedaan. Hey. Op een bijzondere dag. Goed hersteld ook van die 1-0 achterstand. Maar prima gedaan. Als team weer. Geknokt weer ervoor. Dus uitstekend. Een paar jongens die er vandaag een speciaal moment beleven. Waaronder Mich. Mich, wil je daar iets op zeggen? Ja. Nou boys, allemaal bedankt voor de felicitaties. Ik denk een goede overwinning vandaag. En lekker rustig uit. En tot morgen. Ja, boy. Hey, Sam, doe je assist, thanks. En tot boys. Boy. Boys, kom. Boytje. Boys. Boytje. Jongens, bedankt dat ik onderdeel mag zijn van het team. Dat ik vandaag mijn eerste officiële goal heb mogen scoren. Sam, bedankt voor jouw assist. Ik hoop dat er nog vele mogen volgen. Hoe geef je aan zo'n groot verlies, hoe geef je daar een plek aan? Hoe ga je daarmee om? Ja, een plek vind ik altijd zo'n raar woord. Maar ik denk dat nooit gaat lukken, weet je. Ja, nu, ik voel me nu het beste bij dat ik gewoon doorga en dat ik er probeer zo weinig mogelijk over te denken. En misschien ooit komt er dan nog wel de klap harder binnen, dat besef ik me ook. Maar, hoe gaat je vriendin er nu mee om? Nou ja, voor mijn vriendin is het lastig als ik veel weg ben natuurlijk. Voel jij wel schuldig als je hier bent? Ik maak me vaak zorgen, ja. Ja? Ja, ja ik maak me... Tenminste, ik hoop elke keer, ik bel er na of tijdens mijn training of na mijn training gelijk op. En dan hoop ik gelijk dat ik een goede stem hoor, zeg maar. Snap je? Dat ja. ik, Wat is de waarde van voetbal eigenlijk nog, als je dit allemaal vertelt? Je familie is het allerbelangrijkst. Na je familie staat voetballen wel op nummer 2. Mm-hmm. Maar ja, dat familie is het allerbelangrijkste. En als er zoiets met je gebeurt, dan denk je wel even een aantal keer van, wanneer ben je nou gelukkig, weet je? Ja. Maar, ja, wanneer eigenlijk? Nu ben je gelukkig als je, als ik mijn kind weer terugkrijg. Maar die ga je niet terugkrijgen. Nee. Maar die ga ik niet terugkrijgen. Iedereen gaat het leven gewoon door, maar voor ons staat het gewoon nog steeds even stil, weet je. En ooit zal echt wel weer de zon gaan schijnen, dat weet ik ook zeker. En we zijn ook daar best wel positief in, hoor. Dus, maar ja, het is gewoon heel lastig. Vandaag speelt Go Ahead Eagles de laatste thuiswedstrijd van de competitie tegen NEC uit Nijmegen. Er is bij het ingaan van de ene laatste speelronde nog een kleine kans op rechtstreekse promotie. Als de club uit Deventer beide duels wint en de Graafschap 2 keer punten laat liggen, kan het zomaar terugkeren in de Eredivisie. Druk gezet en daar is het alleen 1-0. Ja, Larty Sanchez in de fout en Brouwers profiteert. Bedden. Die frommelt zich er zo doorheen. Bedden en dit is een strafschop. Ja, overduidelijk. Vanaf 11 meter in een heel uiterst hoekje. Sam Hendricks 2-0. Aannemen, kappen en ook een strafschop. Hij moet oppassen, want bij een gele kaart mist hij de laatste wedstrijd. De ruststanden zijn gunstig. Go Ahead leidt met 2-1 en de Graafschap staat met 1-0 achter tegen Jong Ajax. Ik speculeer met groot aandeelhouder Alex Kroes over een mogelijke promotie. Hij kocht in 2019 een meerderheidsbelang in de club. Stel, Eredivisie, is de club daar überhaupt klaar voor? Ja, natuurlijk. Alleen wat is klaar voor? Wij zijn er klaar voor om de strijd aan te gaan om ook dan zo hoog mogelijk te komen. Wij zijn nog niet structureel klaar voor de Eredivisie. Nee. Om structureel klaar te zijn voor de Eredivisie, moeten wij zorgen dat het stadion klaar is. Moet er een knap trainingscomplex zijn. En zullen we ook wel doorbouwen in onze selectie. Ja. Alleen we zullen het stap voor stap doen. Grappig gezegd,
De eerste euro's van de Sam Beukema deal, weet je waar die naartoe zijn gegaan? Nee. Naar nieuwe laptops voor alle mensen op kantoor. We hadden nog niet voldoende goede computers ter beschikking. De meeste mensen zullen zeggen, ja, je moet een nieuwe spits of een nieuwe dit of een nieuwe dat. Ja. Wij gaan rustig doorbouwen op de weg die we zijn ingeslagen. We hebben ook een trainer die het fantastisch doet. Ja, Kees. Hoe realistisch is het dat we hem nog een jaar kunnen houden hier? Ja, hij heeft sowieso een contract. Dus op dat vlak... Ja, maar jij weet ook, een contract is niks waard. Nee, dat klopt. Maar kijk, uiteindelijk, wij hebben natuurlijk wel ook dit seizoen... Oh, goed zo, Jay. Maar ik verwacht niet dat Kees weggaat. En als hij weggaat, dan moet er iemand met een zak geld gaan, want hij is op dit moment onze belangrijkste man. Wij zijn heel gelukkig met Kees. Ja. Dus laat Kees dan lekker een jaartje blijven. En misschien nog wel langer, hè, want ook dat kan. En in december hebben we heel goed gesproken met elkaar van, joh, laat je niet gek maken, de druk van buiten. Iedereen riep dat hij weg moest. Ja. Toen hebben we de rijen gesloten gehouden op een hele relaxte manier. Ja. En diezelfde relaxte manier hebben we nu nog steeds. Kijk, jij bent ook een echte voetbalman. Je weet dat op het veld, ondanks alle omstandigheden, continuïteit is wel belangrijk. Ja. Hoe kan je toch een selectie een beetje bij elkaar houden? Ja, nou ja, kijk nu naar de huidige jongens die je ziet spelen. En waar je de groei in ziet ontstaan in het team. Daar zijn er 7-8 van die sowieso, naar mijn idee, een serieuze kans maken om ook volgend jaar in de basis te staan bij Go Ahead. Een Kuipers bijvoorbeeld. Kuipers wordt verlengd. Dus daar hoef je niet druk om te maken. Die heb je verlengd. Kuipers wordt verlengd. Ja, ja met hoeveel jaar? Met 2 jaar erbij. En dan is er heel veel pijn bij Brouwers. Die zelf de sliding inzet. Dan uitschreeuwt van de pijn en grijpt zo te zien naar zijn schouder. Ja, wisselen. Zullen we even kijken hoe het in Amsterdam staat? Ja, dat is een goeie. Even kijken jongens. Dat is wel spannend, hè? Het wordt echt leuk, hè? 1-0 Ajax. Lekker. 1-0 Ajax. Lekker. Ja. Maar dat betekent die laatste wedstrijd. Nou ja, dat is al fantastisch. Al zouden we niet goed doorkomen, zijn we er allemaal doodziek van. Hoe is het, Luc? Kut zeg. Dat is kut. Ja, dat is weer kut. Dat is ook weer het voetbal, hè? De ene moment, maar dat is wat het is. Maar het is wel kut. Maar we gaan een spanning meemaken als het mee zit, hè? Want de wedstrijd is nog niet afgelopen daar. Die is wel ongekend. NEC gaat volle bak op de aanval. Zo langzamerhand is de 2-2 echt aanstaande. Eagles wint met pijn en moeite van NEC, dat eigenlijk de hele tweede helft op jacht was naar de gelijkmaker. Want dankzij de zegen hier en de tussenstand in Amsterdam, want het staat daar nog altijd 1-1 en is nog bezig, is op dit moment de Eredivisie-kans van Go Ahead Eagles nog steeds in leven. Richting Van der Pavert doet hij het. Van der Pavert, is dit de goal? Zit hij of zit hij niet? Nee, hij zit niet. Oh, wat een spanning. Ja, dat is een goede bal. Ja, kom. Ja, gaat hij erin? Nee. Oh. Gaat Jong Ajax de wedstrijd ook nog winnen in de slotfase? Jongen, man. Hou eens op, Hoppie! Hij gaat 1-1 op de keeper. Hey, gelijk spel. Was maar kort. Nee, ineens. Weet ik, maar hij kan 1-1 aan missen. Hij heeft een groot gevoel toch? En het is afgelopen. Het is de Graafschap op de voorlaatste speeldag niet gelukt om te promoveren. In het Spelershome bespreek ik deze 41e wedstrijddag na met linksback Bas Kuipers, die vanavond op meerdere fronten zijn geluk niet op kan. Bas, ik sprak net de grootaandeelhouder Alex Kroes en die wist me te melden dat jij je contract hebt verlengd. Ja, klopt.
Nou, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Wat dacht je? Wil je langer blijven bij de club? Of? Sowieso de spelers en de trainer, zeg maar, waar je in, waar je mee werkt, is heel erg goed. Mm-hmm. En daarbij is gewoon de club heel erg mooi. De stad is leuk. Ik ving ergens op dat je ook stadswandelingen doet. Ja, klopt. Eigenlijk was het in coronatijd ontstaan. Mm-hmm. Dat je een soort van takeaway wandeling hebt. Je gaat langs een paar restaurantjes. Dus ik heb me erg goed verdiept in Deventer om dat op te zetten. En wat vertel je dan bijvoorbeeld? Ja, dingen over de Lubinuskerk, de Waag, de Bergkerk. Ja, van alles komt erin voort. Dus, ja. En wie zijn de mensen die zich aanmelden daarvoor? Ja, het verschilt. De doelgroep is ook jong, maar ook wel wat ouder. De mensen die lekker willen wandelen, zeg maar. Ja, je herkent ze wel gelijk als je in de stad loopt. Ja. Er was net even een momentje. Je ging er stevig in. Ja. En je stond al op scherp, toch? Ja, klopt. Ja. Wat gebeurde daar? Ja, dat was een gevaarlijk moment met Tassan. En ik wist dat ik op scherp stond. Alleen op dat moment zat dat even niet in mijn hoofd. En dan ga je volle bak voor de bal. Alleen ik raakte hem. En toen ik hem raakte, dacht ik, kut. Misschien krijg ik nu geel en dan mis ik de laatste wedstrijd. Ja. Maar ik zag wel gelijk aan de scheids dat hij volgens mij coulant was. Dus ik liep naartoe en ik zeg, als je me geeft, ben ik geschorst. Is het echt zo dat je zo'n duel aangaat en even vergeet dat je scherp staat? Voor de wedstrijd dacht ik er nog aan van, ik moet wel soms misschien inhouden of zo voor mezelf een beetje. Het is een split second, je kiest ervoor om een sliding te maken en gevaarlijk. Nu zijn we op weg naar directe promotie, wat iets moeilijker, of play-offs. Wat zijn jouw verwachtingen? Er staat voor Graafschap heel veel druk op bij de laatste wedstrijd. Ja. Ze worden achterna gezeten door volgens mij 3 clubs. Dus het is voor hun ook lastig, weet je wel. En dat houden wij ook in ons hoofd, zeg maar. Mm-hmm. Dat weet je, die wedstrijden zijn gewoon moeilijk voor hun. Ja. Dus wie weet, en anders heb je de play-offs. Ja. Geloof je in de goede afloop? Ja, ik geloof er wel echt in, ja. Oké, mannen, goedemiddag. Voor de eerste mededeling is dat ik, voor zover je nog niet weet, trainen gewoon in het stadion. Dat trainingsveld en het kleine veldje liggen eruit. Dus als we niet op kunstgras trainen, morgen trainen we bij Diepenveen. Dus dan ben je daarvan op de hoogte. Oké, boys. En dan het belangrijkste. De blik op Excelsior. Wat is nou het lastige voor ons in deze situatie? Wat maakt het lastig of anders dan normaal? Afleiding, ja. Waar merken we afleiding aan? Media. Vragen. Ja. Wie ervaart dat zo? Dat het anders is als anders? Dat we afgeleid worden? Bas? Er kunnen allerlei andere dingen gebeuren op andere velden. Alleen het belangrijkste is natuurlijk dat je op jezelf focust. Maar dat is wel lastig, omdat er mooie dingen kunnen gebeuren natuurlijk. Ja, Jules, hoe moeten we dat doen? Ja, ik denk gewoon zoals we de afgelopen tijd gewoon de wedstrijden ingaan. Gewoon focus op onze eigen wedstrijd. Gewoon die wedstrijd winnen zoals we altijd doen. En dan zullen we zien na het fluitsignaal wat, uh,
wat er bij de andere wedstrijden is gebeurd. Het enige waar je op moet focussen, man, is dat je je woensdag op je allerbest bent om die wedstrijd te winnen. Als je die wedstrijd wint, dan ben je derde, sowieso. Dan ben je derde, heb je het geweldig gedaan, ga je vanuit een goede uitgangspositie ga je die play-offs in. En je voelt dat het anders is dan normaal. Je voelt ook dat afleidt. Kun je nagaan hoe dat voor de graafschap is. Aanvallen. Nou, wat je hier ziet is punt naar achter. Wifa die komt veel de bal halen. Spelen met een kleine ruit op het middenveld. Het valt me sinds mijn toetreding tot de coronabubbel op dat Paul Simonis een zeer prominente rol inneemt in de staf van Kees van Wonderen. Ik ben benieuwd hoe hij hier zelf naar kijkt, als debuterend assistenttrainer in betaald voetbal. Paul. Yes. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Wat mij opvalt is, jij krijgt grote verantwoordelijkheid van Kees, hè? Ja, nou ja, we... De bedoeling is dat ik de presentatie geef van de komende tegenstander. Ja. En die bekijken we wel met heel de technische staf. Dat snap ik. Maar ik loop hier nu al een paar dagen rond. En ja. Wat ik bijvoorbeeld ook op de training zie is, jij bent niet de assistent die de pionnen goed zet en dan weer aan de zijkant gaat kijken. Nee, of zo. Klopt. Eigenlijk, op mij komt het over alsof je soms gewoon hele momenten leiding hebt zelfs over de training. Nou ja, we hebben het ook wel zo van tevoren met elkaar afgestemd van... Kees wil graag zeg maar, ja, als een soort van helikopter boven de organisatie hangen. En ja, hij heeft daarin iedereen een takenpakket gegeven. Maar Kees heeft natuurlijk wel het uiteindelijke woord. En die komt ook nog wel eens ik doe dit liever zo vandaag of ik doe dit liever zo. Maar ja, ik kom in principe wel met de aanbevelingen. Nou, wat je ziet hier, kijk even naar Mendes Moreira. Neemt hoog positie. Hier Horemans, nog hoger positie. Dat zijn de beide backs. De vertaling naar ons, mannen. Hoe gaan wij dat oplossen? Dus Excelsior met die twee centralen. Soms die Wiever, dat zou nou iemand anders zijn die ertussen komt, die de bal gaat halen. Backs die hoog staan. En die middenvelders, hè, die niet aan de zijkant staan, maar veel aan de binnenkant. En de nummer 10. Hoe gaan wij dat bespelen? Als ze zo met 3 staan. Met 2 is het denk ik duidelijk. Dan ben ik de eerste die afloopt. Of in ieder geval de spits. En komt een van de buitenspelers erbij. Wat het mooie is dat wij, en dat spreek ik voor mezelf, maar ik denk ook wel voor Kees, dat wij gewoon een hele goede klik hadden, maar dat hadden we eigenlijk al vanaf het begin. Het vertrouwen is onderling, de chemie is er, dus ja, dat zijn wel hele belangrijke voorwaarden als je zo intensief met elkaar werkt. Je zit in een geweldige uitgangspositie voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Focus je op dat waar je op moet focussen, dat is dit. Gezamenlijke afspraken maken, zorg dat je het zelf voor elkaar hebt. Wedstrijd winnen, dat is het enige wat je moet doen. En nu heeft iedereen het over de trainers, hoe zij die spanning ervaren. Kees wordt nagevraagd, maar hoe is het nou voor jou? Je probeert eigenlijk gewoon hetzelfde te doen als wat je altijd doet. Dus kijk, als ik natuurlijk nu ook hele andere dingen ga doen, mm-hmm. Ja, dan heb je spelers ook zoiets van, ja, wat doet die trainer nou? Dit is waar we het hele jaar voor hebben gestreden. Voor deze positie, die wilden we graag, daar sta je nu. En nou moet je hem vertalen. Ja, wat wij gewoon proberen te doen is, nou, 2 dagen voor de wedstrijd een analyse te geven. Ja. Een dag voor de wedstrijd de spelervattingen. Ik zit altijd een dag van tevoren nog even met de aanvallers. Nou, dat doen we ook gewoon. Kijk, het verschil met Wout en Giuliani is dat Giuliani zeg maar wat meer aanvalsdrang heeft. Dus die wil echt heel graag in de 16 komen. En Wout is meer van duelleren, bal afpakken. Hè? Dat is de kernkwaliteit van Wout. Die daar ook wel eens komt. Maar Giuliani, daar weet je eigenlijk blind van. Als ik de bal heb aan de binnenkant, dan weet ik, hij gaat komen. Alleen, wat je dus ziet bij Bas en Brett aan de andere kant. Ja, die doen het al een wedstrijd of 20, 25 met elkaar. Dus dat loopt als een geoliede machine. Bij jullie is het nog wat stroef. Nou ja, ik wil gewoon onze wedstrijd winnen. Kijk, en wat er dan gebeurt, ja, kijk, natuurlijk, we hopen dat er op een klein wonder in Doetinchem. Maar ja, goed, wij moeten allereerst wel winnen. En het is niet zo dat je zo 1, 2, 3 van Excelsior wint. Dus dan weten jullie dat. Ja? Dank jullie wel. Tot zo.
Terwijl zijn teamgenoten bij uitzondering in het stadion trainen, blijft Luc Brouwers achterin het krachtdonk. De vraag die alle voetballiefhebbers in Deventer en omstreken bezighoudt, hoe gaat het met de middenvelder? Wat gebeurt er precies? Ik maakte een sliding en op dat moment dacht ik dat ik de bal zou hebben. Nou, dat helaas niet. En toen bleef ik met mijn steunarm een beetje hangen in het gras. Ja. Toen kwam ik in een soort van overstrekking en toen voelde ik iets. Maar denk je op zo'n moment ook meteen van shit, dit is gewoon de rest van het seizoen die misschien niet meer doorgaat voor mij? Ja, dat gaat wel in je hoofd. Zeker met dat rondje zeg maar, langs het veld. Een heel seizoen lang gestreden voor de komende wedstrijden die eraan komen. Ja. Ja, dan is het zonde als je daar niet bij zou zijn. Wordt veel gevraagd en nu tegelijkertijd. Hup, juist. Val die bal aan. Meer die bal aanvallen. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop heeft ondertussen andere zorgen. De gemeente laat weten dat de spelersbus overmorgen niet mag vertrekken en terugkeren bij het stadion, uit angst voor een massale toestroom van supporters. Met teammanager Adrie Steenbergen bespreekt hij in het geheim de alternatieve vertreklocatie. Nou, de bus gaat vertrekken van wel vanuit Deventer. Ja? En naar alle waarschijnlijkheid zal dat toch bij richting Van der Valk zijn. Dus alles moet die kant op. En dan, ja, je moet over die A1 uiteindelijk terug. Dat weet iedereen toch? Ja. En dan gaan mensen overal staan. Op de Brink, ze gaan hier staan. Ja, je kan het dat kan je niet organiseren. Nee. Dat is het probleem. Maar als mensen iets willen ondernemen... Mm-hmm. Dan kan je dat niet tegengaan. Maar je bent ze ook niet actief aan het ontmoedigen om iets te organiseren? Ja, wij gaan wel zeker aangeven, jongens, blijf thuis. Maar je weet ook dat ze het toch niet doen? Jij zegt het. Nou, ervaring. Ja. Ja. Hop, hop. Ja, schakelen, kom aan. Kom aan, Sam. 2, 3, 4. Ik heb dadelijk om 4 uur dan een MRI-scan. Dat is in het ziekenhuis? Dat is in het ziekenhuis hier in Deventer, inderdaad. En dan ga je horen of zien wat er aan de hand is? Ja, dan gaan ze tot in de details kunnen zien wat er goed of mis is, zeg maar. Wat zegt je gevoel? Ja, mijn gevoel is vrij positief, omdat je ook geen pijn ervaart. Dus, alleen het is altijd moeilijk om daar echt een uitspraak over te doen. Ook omdat je jezelf ook wel een beetje wil indekken. Het is toch niet zo'n mediaspel nu met Excelsior. We gaan doen of die gast een beetje geblesseerd is. Nee. Terwijl jij eigenlijk gewoon helemaal fit hier zit. Nee, oprecht niet. Ik weet het echt niet. Ik ben toch niet aan het meewerken aan jouw PR-verhaal, hè? Zeker niet. Zo hoog schat ik mezelf nou ook weer niet in. Dat ze helemaal gaan rekening houden met Luc Brouwers die wel of niet meedoet. Als ik had kunnen spelen, had ik al lang gezegd dat ik had gespeeld. Ja. Maar ik weet het oprecht niet. Omdat de MRI-scan ook nog niet is geweest en daaruit kun je toch altijd een hoop dingen halen. Ja. Succes bij de scan. Ja, we hopen op het beste en we zullen zien wat eruit komt, maar ik heb er een goed gevoel. Ja, Fred, doorlopen. Hop, 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 bestaat de kans dat je een trammeland met de gemeente krijgt, omdat die mensen toch allemaal uit zijn gelopen en... Ze weten hoe er mensen in elkaar zitten. Als ze los zijn, zijn ze los. Alleen, het is onze plicht om niet iets te gaan organiseren. En dat mag ook niet. Eerst maar even kijken hoe ver we komen. Hè? Een beetje dagdromen mag. Maar dit was eigenlijk een geheim beraad, hè? Ja, je hebt ingebroken. Ja, ik ga meteen weg. Zodanig gaan staan, Jules, dat als hij hem speelt, dat je erbij bent. En anders zo ver mogelijk bij hem vandaan blijft. Juist, Martijn loopt aan, buitenkant dicht. Hop, Jules loopt door. Hou voor je! Oké, hop! Bas, het is weg, je kan komen. Ja, het is van je. Is je laag gekomen? Dus daar spelen, je weet, daar ligt ruimte. Dan kan hij via Justin of via Jay eventueel naar de andere kant. Ja, speel maar, Bas. Kijk goed! Juist! Maar het is sowieso niet erg om in het begin wat lengteballen te spelen. Ook al win je hem niet en hij valt daar uit en je zit daar erbij, krijg je tweede fase aanvallen.
trainer, heb je iets van promotiestress gemerkt bij de spelersgroep de afgelopen dagen? Nee, nog niet. Meestal is dat op de dag zelf. Dat, dat je voelt dat aan alles dat de omstandigheden anders zijn dan normaal. Wat je nu ook een beetje ziet. Hè? Heel veel mensen die ons uit willen zwaaien, die bij de bus staan. Ja. Dat is anders dan normaal. En vaak het anders dan normaal, dat zorgt vaak voor spanning of, of wat kriebels. Want ze weten dat ze ook, hoe klein ook de kans bestaat, dat ze rechtstreeks kunnen promoveren. Ja, maar een bepaalde spanning of een gevoel, dat kan je nooit wegnemen. Dat is iets wat we allemaal, denk ik, hebben en hopen. Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Een ontwikkeling, kun je die wel wegnemen? Brouwers is weggevallen. Nou ja, bij sommige supporters lijkt het wel einde seizoen niet alleen voor Brouwers, maar voor het hele elftal, omdat hij zo belangrijk is geworden. Hoe ga je daarmee om? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als toen we die met de coronagevallen na de winter zaten. Dat we eigenlijk het halve elftal misten en allerlei andere jongens de kans kregen om te spelen. Mm-hmm. En die hebben het uiteindelijk ook hartstikke goed gedaan. Ik moet zeggen, was ik wel een beetje tegen de verwachtingen in. Van mij ook, van de fysio, ja. Maar ja, het is niet anders. Want wat is het precies? Het is, ja, er zit dusdanig veel schade in die borstspier, waardoor de dokter adviseerde om te opereren. Wat kun je nu nog betekenen voor het team? Je gaat mee, ja. Dat is al één ding, maar wat kun je doen? Ik kan nou wel gaan zeggen dat ik ze allemaal ga coachen en dat doe ik niet, want ik denk dat ze zelf inderdaad wel weten wat ze moeten doen. Maar je wil er gewoon bij zijn, je wil onderdeel zijn van het team. Op het moment dat het een mooi feest wordt, wil je erbij zijn. Op het moment dat het, niet lukt vandaag, zoals we eventueel voor ogen hebben, dan moet je ze gewoon een kopje omhoog halen en dat soort dingen. Maar ze weten goed genoeg wat ze moeten doen. Nou, voor mij wachten ze op jou. Ja, dus, zeker. Ja, ik ga daar binnen. Succes, man. Dankjewel. Stel, het is 0-0 bij de Graafschap. En de 80ste minuut, het is ook 0-0 bij ons. Van wie krijg jij dat bericht? Wie zegt tegen jou, Kees, dit is er aan de hand. We moeten misschien toch meer pressie voetballen, meer druk. Hoe gaat dat in zijn werk? Wij hebben een analist boven, die staat in een oortje met onze keeperscoach op de bank. Dus wij krijgen heel snel wel door. Maar wij moeten sowieso winnen. Dus daar gaan wij vol voor vandaag. Wat speculeren? Wat denk jij? Als we winnen, dat we derde worden. Dat is wat ik denk. Ik denk dat de Graafschap het niet weggeeft tegen Helmond Sport. We gaan het meemaken. Ik hoop dat ik het verkeerd heb, Eus. Ik ben heel neutraal. We gaan het zien. We gaan het zien, ja. Bussen zijn op weg. De paar honderd aanwezige fans keren huiswaarts. Ik spreek een tevreden supporterscoördinator Jan-Willem Klink. Het was niet heel spectaculair hier, vond je wel? Nee. Was dit de verwachting? Ja, je hebt er haast geen verwachting, zeg maar. Wat moet je dan verwachten? Het is allemaal We hebben in Doetinchem trekkers gezien, weet ik veel wat. Het is Deventer, het is geen trekkergebied. Nee, dat snap ik. Maar qua mensen op de been. Ja, het ligt er natuurlijk van de stad af, zeg maar. Op de fiets kom je niet heen, loopt het ook niet gauw. En ik denk ook dat iedereen wel zoiets heeft van, ik ben hier liever vanavond. Maar je merkt wel aan supporters, er is ook wel iets van een bijgeloof zo. Misschien moet je het wel niet doen, want je hebt... in Trekker Country heb je gezien hoe vaak het misging, zeg maar. Ah, dat is het. Het is bijgeloof eigenlijk. Je droomt wel over zo'n mooie open bus en ik weet wel waar je dan huurt. Mm-hmm. Maar ik ga die gasten niet bellen om te reserveren, dat doe ik niet. Nee. Dat vind ik te grote verzoeken. Hoe realistisch zijn de kansen dan, denk je? Boekmakers zeggen 15% hè, voor ons nu rechtstreeks. Ja. Ik denk wel dat het realistisch is. Maar dat zijn mensen die mathematische berekeningen maken. Ja. Vraag aan jou. Jij ziet ook het elftal elke week spelen op tv. Dat wij weg gaan promoveren. Ja, dat is toch niet zo moeilijk om uit te spreken? Nee. Dat is toch even op dat is toch. Maar dit, weet je, dat is toch het lekkerste?
Dat weet ik niet. Jawel, stom lullen over voetbal, een beetje nerden, een beetje fantaseren zo, kijken waar het zit. Dat vind ik geweldig. Maar stel, het is toch allemaal, het pakt allemaal gunstig uit. Gaas speelt gelijk bij je winnen. Wat gaat er dan gebeuren vanavond? Volksclub? Ja. Volksfeest. Waar? Wat denk je zelf? Ik denk dat daar waar ze vertrekken, dat je het dichtst bij de spelers wil zijn. Want die hebben het bij elkaar gehaald en je wil met supporters, wil je onderling zijn bij elkaar en daar wil je geen moment van missen. Ja. Een beetje troostloos hier, hè? Ja, maar goed, je kunt een beetje fantaseren uit, of niet? Maar rood-geel, ja. Mensen vol vreugde en verdriet. Go Eagles maakt zich op voor een van de belangrijkste wedstrijden van de clubgeschiedenis. Als de Graafschap niet wint en de club uit Deventer wel, promoveren Kees van Wonderen en zijn selectie vanavond in Rotterdam rechtstreeks naar de Eredivisie. Een kans van 15%, zeggen de bookmakers. Even wat extra informatie. Zover wij weten, en ze spelen dus met Matthijs van der Meer en Fischer achterin, dus ze zullen met 3 van achter spelen. Die Chua Om die zal de linkerkant bestrijken en Horen dan zijn rechterkant. Hoog druk geven of compact druk bij elkaar. Geduldig spelen, je moment komt vanzelf. Oké, boys. Van der Hoeven. Nou, toch aardig wat mensen voor de goal. En daar is de eerste kans. En dat is een goede kans. De sliding is van Luigi Bruins. Die de bal niet raakt, maar zijn tegenstander ook niet heel fors raakt. Berde is erbij gaan zitten. Die kan niet verder. Moet Go Ahead Eagles vroeg gaan wisselen. En een geweldig schot tegen de paal. Wat een knal was dat van Boyd Lucassen. Inmiddels komen hier ook de berichten door dat bij de Graafschap op het moment niet gevoetbald wordt door hevige regenval. Is het probleem in Doetinchem levensgroot aan het worden? Hij stuurt iedereen naar de kleedkamer, Dieperink. En dan moet de prikvork tevoorschijn komen. En daar is de kans voor Botos. Tegengehouden door Dame. Weer zet Go Ahead druk. En weer komt Excelsior eronder uit. Botos gezocht en naar beneden getrokken. Ja, het is heel resoluut en zegt geen strafschop. If you stay there, I can play you, I can make the overlap, or I can play Hendrix, you know? Sometimes inside, sometimes outside, you know? For me, it's easier, yeah? Mannen, wat is het gevoel bij jullie over de wedstrijd? Nee, ik kan er met Justin over. We hebben best wel de bal, maar we moeten het spel ook snel verplaatsen. Want dan weten ze het niet. En als ze een beetje hoger staan, wat Justin net zei tegen mij, dan kunnen we ruimte achter zoeken. Alleen denk ik de laatste fase dat we gewoon het spel moeten verplaatsen. Als we in de zesde staan, dan moeten we ook bal aangeven. Ja, die mannen zijn 2 meter.
Jawel, maar wat is het voor wedstrijd? Is het een gelijkwaardige wedstrijd? Je bent zoveel beter. You want do the most difficult things. In the end, you want to do a trick like on the byline. Just play the ball. Play a move. If you play left, you play to the middle, boom, and you play to the right. If you play to the right, boom, you play to the left. En die vrije man die komt vanzelf. En in de eindfase, we zijn aan het zoeken om die ballen daar tussendoor te gooien. Maar daar staat het overvol. Trek hem iets terug. Of één stap uit. Boys, als je ze hier in de hoek hebt, Brett, laat ze niet ontsnappen. Laat je niet uitspelen. Hou hem voor je. Geef druk. Soms moet je misschien een kleine overtreding, maar laat je niet uitspelen door hem. En wat Jay net zegt, helemaal mee eens. Laat de bal gaan. Tikken. Play de bal. Play. Tik, tik, tik. Play a move. The guys on the midfield, they don't have a clue to run. Ja, boys. Ietsje meer geduld, ietsje meer overleg. Geconcentreerd verdedigen en haal je pot gewoon uit. Yes, boys, kom maar. Dat is belangrijk, inderdaad. Kom. Dat is het moment om uit te stappen. De KNVB heeft in de rust besloten de overige wedstrijden niet stil te leggen tot het er in Doetinchem verder wordt gevoetbald. De opdracht voor Go Ahead Eagles verandert niet. Het moet winnen van Excelsior. Oude kop dan met de overtreding op Van Hoeven. Botos, een lekkere bal voor Van Hoeven. Er gaan verse krachten komen bij Go Ahead. Eén doelpunt. Zou Go Ahead niet alleen virtueel de periodetitel opleveren, maar nog veel belangrijker, ook virtueel de tweede plek. Horemans niet, en daar is de kopbal en de goal voor Go Ahead. Die komt even uit de lucht ploffen en die is belangrijk. Nu overleven voor Go Ahead. Goed, Antoine. Yes. Boutje. Boutje. Er wordt gejuicht vanwege de overwinning. Dat is logisch. Maar ze zullen toch zeker een uur in de wachtkamer moeten. Vanwege het feit dat de wedstrijd van de Graafschap is stilgelegd. Acht minuten nu voor de eerste helft. 38 minuten was gespeeld. Ja. Nou, over alles nagedacht, maar hier niet over. Nee, dit is bizar. Dus we zijn iets meer dan een helft verwijderd van de historie. Ja. Een win! Een belangrijke zin! Beter dan bloed, dus dat is goed.
Jay, wat ging je nou doen daar binnen? Ik was eventjes mijn DM's aan te kijken, omdat ik altijd wel gewoon wil reageren op fans die altijd voor ons klaarstaan en nu niet bij kunnen zijn. Op Instagram? Ja, ja. Dus ik was eventjes bij mijn bericht aan te kijken. Toen zag ik dat het zoontje van de assistent scheidsrechter, die stuurde mij een berichtje of ik mijn handschoenen misschien aan papa kon meegeven. Dus toen dacht ik van als de assistent daar is, dan geef ik ze natuurlijk mee. Dat zijn mooie berichten. Dan komt papa thuis straks en dan kan hij morgenochtend even een mooi paardje geven. En hoe ga je nu met deze situatie om? Want de Graafschap speelt nog. Wat ja, kan je doen? Super zenuwachtig. Ik heb mijn vriendin al een paar keer gebeld, mijn ouders gebeld. Een beetje hartklopping. Maar ik ben super trots op het team, want derde is ook al ongelooflijk. En het zal mooi zijn als de tweede ook wordt. Dus het is niet een teleurstelling als de Graafschap straks... Ja, ontiegelijk harde teleurstelling. Wel? Ja, tuurlijk. Voor mij is dat ik ben sportman en ik wil nu straks naar Deventer terugrijden. En dat iedereen thuis voor de buis even geëmotioneerd is dan als mij. Toch heel knap gewoon. Ja, ongelooflijk. Maar als je zo dichtbij bent, dan wil je ook het liefst een pak ook. Dus, waar ga je de wedstrijd nu kijken of ga je gewoon met de bus meteen... Ik heb zelfs niet eens mijn melding aangezet op mijn telefoon, omdat ik gewoon niet durf een melding te openen als ik binnenkom. Ik durf niet te kijken. Dus ik hoor het allemaal wel en als ik gejuich hoor, dan is het goed. Hoor ik klein gesmoes, dan weet ik ook genoeg. En we gaan het zien. Okay. Ik zeg ook niks. Succes met de spanning, man. Jij ook. Okay. Komt goed. Nu kan hij hem erin slingeren met zijn linkerbeen. Goeie bal! En wat een kans! Dat moet het dan toch zijn, zou je zeggen. Ik kan dat niet zien, man. Dan kijk ik echt mijn hart, jongen. 3, 2, 3. Hoe is het met je hart? Ja, ik leef nog, ik leef nog. Ja? Maar wel echt veel spanning, ja. Sta je bewust met je rug naar de wedstrijd? Ja, ik vind het moeilijk om te zien. Dat kan ik niet hebben. Ik heb melding op mijn telefoon aanstaan, dus als iets gebeurt, dan zie ik het wel. Je kan ook gewoon omdraaien en kijken. Ja, dat kan. Misschien dadelijk wel eventjes, maar ja, die spanning is wel echt, echt te veel. Ko twijfelt, hij blijft staan, maar hij gaat achteruit. Dan is dit de volgende mogelijkheid en weer gaat hij er niet in. En zo wordt de wanhoop in Doetinchem groter en groter. Paul, hoe gaat het? Leus. Ja, dit is wel heel bijzonder dit. Weet je, 10 minuten hou je dat wel uit normaal gesproken. Ja. Maar gewoon nog even meer dan een helft, dat is wel... Dan vragen ze wel heel veel van ons. Ze is de goal verlaten. Is dit hem dan? Nee, dit is hem ook nog niet. En daarna ook staat de coach er op de goede plek. Ja, met wie was je aan het bellen? Met mijn dochter. Je dochter? Mijn dochter. Ja, die vroeg of we gewonnen hadden, dus die volgt het voetbal niet zo. Wat voel je nou? Leg eens uit. Een gevoel in je buik, zo van je weet niet wat er kan gebeuren. Volgens mij ben jij meer gespannen dan normaal. Ja, vind je het gek? Nee. Ja, ik ben blij dat ik even met jou kan praten. Heb ik een klein beetje afleiding? Heel bizar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb best veel meegemaakt, denk ik, in 25 jaar voetbal, maar dit nog niet. Ja, we kunnen niks doen, hè? We moeten afwachten. We moeten hopen op dat Helmond stand houdt. En dat doen ze tot nu toe goed. Ja, en dan gaat de tijd ook dringen bij hun. En dan kunnen we er ook... Kijk eens! Is dit hem dan? Nee! Oh, wat een kans, zeg! Verwacht je nog wat in Deventer? Qua opkomst van mensen? Dat zou mij verbazen. Als tegenover... Van de Valk op dat grasveld, dat daar geen mensen staan vanavond. Dat gaat geit gebeuren. En dat is ook prima. Ik denk dat ook de supporters dat verdienen. Dat we daar terug gaan en even dat moment hebben. Nogmaals, als het goed gaat. Zou het echt een teleurstelling zijn als je derde eindigt? Kijk, nu eventjes. Natuurlijk, want je bent nu echt heel dichtbij. Hè? Je hebt de laatste wedstrijd gewonnen en het is nog maar een kwartier. Een kwartier te spelen. Kijk, je bent derde geworden. Hè? Dus heel goede prestatie. Oh. Gescoord? Nee, het was iets anders. Ik moet even die gaten houden. Ook realiteit, hè, dat we misschien wel zaterdag ook gewoon kunnen spelen weer. Thuis tegen Roda. Dat zou ook zeker maar weer kunnen. Als de Graafschap scoort. Ja. En hoe was het voor jou om weer te spelen?
ja, fijn. Het is gewoon lekker om op het veld te staan en het team te kunnen helpen. Helpen we bij, ja. Eigenlijk kom je gewoon niet zo lekker mee uit je woorden, hè? Omdat je een beetje nee, ik ben echt helemaal na. Het is echt niet normaal. Ja, het is allemaal 5 minuten, zo. Je weet niet. Bianca, dat ding. Ik zie je stuiter, ik laat je met rust. Dankjewel. Yes, dankjewel, man. Hij nog een keer. Seutjes, de kans. Hier is er nog. En Koot gooit zich ervoor. Tijd! Graafschap kan nog een keer. Het kan nog een keer. Dit is de laatste kans. De laatste kans. Weer Koot. En nog een keer Koot. Dan blijft hij liggen. Seutjes. Opoku. De Graafschap wil en kan het maar niet afmaken in die twee wedstrijden waarin de kansen geboden zijn. Want daar is het laatste fluitsignaal van Dieperink. Zo blijft het 0-0. En heeft de Graafschap de achtervang van de nacompetitie nodig om het doel te bereiken. Het doel van promotie naar de Eredivisie. Want rechtstreeks lukt het niet. Is het klaar? Is het klaar? Is het klaar? Is het klaar? Bizar, man. Echt bizar gewoon. Oh, Helmond! Landt het nu een beetje? Ja, zo, het gaat beetje bij beetje landen zo. Ik zou zeggen, sprint die kant op. Ajo! Kijk, daar gaan ze. Thank you.
Unbelievable. At 37, this, you don't expect it. Na een korte nacht ontwaakt Deventer als thuisstad van een kersverse eredivisionist. De bizarre ontknoping van gisteravond is ondertussen het gesprek van de dag in Voetbal in het Nederland. Kersvers gepromoveerd. Kees, goedemorgen is het nog. Hoe is het ermee, kort nachtje? Het is een hele goede morgen, Milan. Jij bent nog helemaal in de euforie, Kees. We zien het aan je. Niet alleen de spelers en de staf melden zich vandaag op de club. Ook voor medewerker Miranda van Beinum zit uitslapen er op deze hemelvaartsdag niet in. Hey Miranda. Hey Joost. Alles goed? Ja, zeker. Miranda, hoe gaat het? Ja, wel goed. Ja. We hebben het eerder gehad over de sombere tijden. Ja. Ja, gisteren natuurlijk een enorme vreugde-explosie. Hoe heb je het beleefd? Ja.
onwerkelijk. Eigenlijk nog steeds. Ja? Ja. Kees, the day after. Kan je het een beetje bevatten allemaal? Ja, ik kan het steeds meer bevatten. Ik ben echt gewoon blij. Maar waar heb je gekeken? Met een paar collega's hebben we gekeken. Ik zag jou voor het eerst dit seizoen best wel onrustig worden aan de zijlijn. Laat ik het zo zeggen. De vierde man moest het soms ontgelden. Ja, ik was zeker onrustig. Ik zag de spelers gekke dingen doen, niet zichzelf meer zijn. Maar de trainer was ook niet zichzelf. Nee, maar daardoor, omdat ik dat zag, dacht ik van jee, we verliezen de grip. Ja. Ja, en ik was het ook niet eens met de beslissingen altijd. Nee. Dus en dat leidde een beetje, in de onrust die ik in mijn lijf had, leidde dat een beetje tot irritatie. Dat je misschien iets heftiger reageerde dan anders. Ja, waarvoor mijn excuses nog. En toen was het duidelijk dat we gingen promoveren. Wat gebeurde er met jou? Ja, het blij. Opluchting, blijdschap. Ja. Maar ook van, is het echt zo? Alle herinneringen van alle arbeid en moeilijke momenten natuurlijk ook in zo'n seizoen die dan door je hoofd gaan. Maar ben je dan vooral supporter of denk je ook meteen aan, oh, wat komt er nu op me af? Beide. Omdat je bent supporter, dus je wilt het voor de club, je wilt het voor de jongens, je gunt het iedereen. Maar je weet ook wat er op je afkomt. Seizoenskaartverkoop ging al behoorlijk goed. Wat gebeurt er op het moment dat iedereen weet dat we gepromoveerd zijn? Kan je dat meteen hier merken? Ja, ik zette vanochtend thuis de laptop heel even aan en toen zaten er ruim 500 mails in. 500? Ja. We gaan nu naar een nieuw proces, de Eredivisie. Hoe gaan we toch een elftal op de been krijgen dat niet stijf onderaan eindigt straks in de Eredivisie? Je komt nu in een andere positie, uitgangspositie, waarin... bijvoorbeeld voor jongens die zeggen, ja, maar ik zou wel bij Go Ahead willen spelen, maar ik ga niet in de Eerste Divisie spelen. Ja. Ik wil graag in de Eredivisie spelen. Ja. En de spelers die qua niveau op dat kantelpunt zitten, die zeggen nu, ja, ik wil nu wel heel graag bij Go Ahead spelen. Ja, ja. Dus ik kom graag naar jullie toe. Ik sprak vanochtend een collega van de commerciële buitendienst en die had ook al zoveel berichten gehad van bedrijven die gewoon partner willen worden op de business. Okay, dus die zichzelf eigenlijk ook een soort van aanbieden. Wat verwacht je? Hoe snel is het stadion uitverkocht? Tenminste. Ja, ik denk dat we morgen wel klaar zijn met de verkoop. Echt waar? Ja, dat denk ik echt. Ja. Tot slot een gewetensvraag, trainers. Mocht er een mooie club komen deze zomer, sta je daarvoor open? Een andere club? Een andere club. Ik zie mezelf niet zo heel snel naar een andere club gaan. Ik waardeer en weet wat ik hier heb. Mm-hmm. En natuurlijk zitten daar ook beperkingen aan. Maar er zitten ook voordelen aan. Dat is relatieve rust. Maar er is ook een enorme beleving bij het omveld, dus bij de supporters. Oh, er komt weer een mailtje. Ja. Nou ja, vanochtend had ik hem dus op een gegeven moment weggewerkt naar 40. En je ziet het er nu op 269 staan. Dus maar door. Ga door. Succes. Dankjewel. Komt goed. Liefde jij dan in. Voor ik de coronabubbel van Go Ahead Eagles definitief verlaat, wil ik nog met één persoon in het bijzonder praten. Ik ontmoet opnieuw Mitchell Michaelis en blik met hem terug op misschien wel het meest indrukwekkende moment op de avond van de promotie. Jeroen die zei tegen mij, jij gaat me omhoog tillen. Ik zei, ja, ik ga me niks omhoog tillen. Waarom wilde je niet? Nah, ik zeg tegen Jeroen, ik heb één wedstrijd gespeeld. Ik heb nou geen zin, waarom zou ik dat schild omhoog moeten tillen? Nou, dat denk ik een lief gebaar. Ja, en dat raakte me echt ontzettend, ja. Ja, dan stond je daar zo met dat ding, wat dacht je van... Toen dacht ik, pak hem maar snel uit mijn handen. Want jij mag hem vasthouden. Daarna heb ik hem niet meer vastgehouden. Ik heb een aantal jongens ook erover gesproken en die zeggen ook wel echt zo van, dit had natuurlijk echt nooit mogen gebeuren, weet je. Maar het heeft het team wel echt sterk gemaakt. Ja. Nee, maar ja, niet normaal, man. Het is niet normaal. Dat ga ik nooit meer vergeten van mijn hele leven. Het werd een seizoen om nooit te vergeten. De afgelopen maanden mocht ik onderdeel zijn van een groep spelers en stafleden die een jaar lang op elkaar aangewezen waren. En juist in dit seizoen lagen winst en verlies en vreugde en verdriet dichter bij elkaar dan ooit. Binnen en buiten de poorten van het stadion. Boys, we gaan gewoon vlammen vandaag. Oké, we gaan niet.
Ik raakte onder de indruk van de hechtheid en de veerkracht van de jonge spelersgroep. Hoewel er geen publiek was, ging de ambitie en de concentratie nooit verloren. Met als resultaat de beste prestatie in ruim 50 jaar. Jongens, bedankt dat ik onderdeel mag zijn van het team. Nu het einde van het seizoen is gekomen, gaan de nodige smaakmakers van het grote succes uitvliegen. Naar plekken als Amsterdam en Alkmaar. Degenen die op hun plek blijven en de nieuwkomers zullen getuigen zijn van de terugkeer waar zo lang naar gesmacht is. Je bent hier, maar je bent hier ook niet. Laat ik zo zeggen. En dan hebben we het niet over de rentree op het hoogste niveau. Want voor supporters als Geke, Gerdy, Paul, Robert en al die duizenden anderen loont eindelijk een heel andere terugkeer. Geke, ik zag toen ik binnenkwam een muts van Go Ahead en handschoenen. Ligt alles al klaar? Voor mij ligt alles al klaar. Gestreken wel door mijn lieve schat hier, 200%. Eus, kom binnen. Ik moest even langskomen. Ja, ik wil je namelijk nog wat vragen.